erg bijzonder om samen. Is alles onder controle nu? Ik denk dat ik alles onder controle heb. Ik heb iedereen gewaarschuwd dat we een lijntje doen. Dat mag je nog een keer doen. Ja, dat moet ik. Ja, die moeten achterin, maar dat weet ik niet. Voordat we beginnen, kleine huishoudelijke mededeling, maar zeker ook met oog op privacy. Alle zitplekken die hier binnen in de ring zich bevinden, ook, bevinden zich ook binnen bereik van de camera. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan zijn de stoelen daarachter buiten camera bereik. En met deze woorden geef ik het woord aan Patrick. Ja, welkom allemaal. Mijn naam is Patrick van der Klooster. Ik mag vanavond uw voorzitter-moderator zijn. In het dagelijks leven werk ik bij een gebiedsontwikkelaar, BPD, het voormalige bouwfonds. Wel belangrijk om te vermelden. Ik ben mijn carrière ooit begonnen bij mevrouw Bakker. Dat vind ik altijd relevant om te benoemen. Als geschiedenisstudent heeft zij mij omarmd bij haar particulier bureau BVR. 30 jaar geleden en nu 30 jaar later zitten we hier weer. Dus voor mij een bijzonder moment. Ook een bijzonder moment dat we in het stadhuis in de raadzaal welkom zijn, op uitnodiging van burgemeester meneer Dijsselbloem. En ook zeer vereerd dat u een inleiding verzorgt over een onderwerp wat, ik denk, heel belangrijk voor u is, maar ook niet de dagelijkse praktijk
zou kunnen zijn. Maar misschien na vanavond wel, of misschien heb ik het niet bij het juiste eind. Namens Riek Bakker ook, die ik zo nog even kort het woord geef, ook welkom geheten. Het nieuwe instituut, de Academie van Kunsten en de gemeente Eindhoven. Burgemeester, maar Ronald heeft ons daar ook in ondersteund. We hebben anderhalf uur om met elkaar over de toekomst van Groot Eindhoven, de Eindhovense regio. De voormalige meierij. De Kempen. Op welk schaalniveau we met elkaar zullen bepalen van wat is de toekomst van deze regio. Hoe werken we met elkaar samen? Wat zijn onze ideeën over die toekomst? En ook wat zijn onze ideeën over hoe we aan die ruimte werken? Het is niet alleen maar een ongelooflijk woningbehoefte in deze regio, maar er is ook een enorme behoefte aan economische bedrijvigheid. Deze regio manifesteert zich in de Europese mondiale context, maar is ook een down-to-earth regio waarin hele kleine gemeenschappen zich geworteld voelen in het historische landschap. Nou ja, je kunt je dus voorstellen dat daar dilemma's, paradoxen, spanningen zijn. Maar we zullen er wel samen uit moeten komen. Ik zat gisteren naar het nieuws te kijken. Dat is heel spannend. Ik heb dan nog even gevraagd, mag ik dat noemen? Het was een aanbeveling voor dit debat. Maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, een waarschuwing van de ASML-topman op het NOS-journaal in diverse kranten. Die zei, wij hebben het hartstikke naar ons zin in deze regio. Maar ja, we moeten ook verder, we willen ook verder. En als dat hier niet gaat, dan gaan we dat elders doen. Dat zei hij vrij objectief, dat zei hij ook niet geëmotioneerd. Hij voelde zich ook door niemand tekort gedaan. Maar het was gewoon een feitelijke boodschap. Dus, om het toch even scherp te stellen, we hebben wat te doen met elkaar. Het programma ga ik niet helemaal uitleggen. We hebben een inleiding van de heer Dijsselbloem. We hebben een aantal sprekers uitgenodigd in een binnenring. Die zijn dan iets meer geïnformeerd en hebben zich een beetje kunnen voorbereiden op vragen. Maar ik zou ook graag de zaal de ruimte willen geven om vragen te stellen, commentaar te geven, aanmerkingen en ook inspiratie te bieden. En dan hebben we ook nog een prachtig verhaal van Massi Mohammadi van de Universiteit Eindhoven, die ons meeneemt in het onderwerp architectuur, gezondheid en de wijze waarop je daar ook experimenten mee zou kunnen doen. Nou, dan hopen we rond, wat ik zei, 9 uur af te ronden. Dan hebben we nog een borrel. Dus ik heb ook wat geleerd, in dit soort bijeenkomsten is de borrel natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dus dat gaan we ook uitnutten. Riek, mag ik jou kort, want jij hebt het initiatief genomen om in diverse steden debatten te organiseren over de toekomst van de ruimtelijke ordening in metropoolverband. Tilburg mee geweest, Eindhoven heb je uitgedaagd, Groningen ga je uitdagen. Kun je kort schetsen waarom je dat nou precies doet? Ik doe dat omdat ik een, mag wel zeggen, flinke carrière achter de rug heb. Daarover ook een boek heb gemaakt en me heb afgevraagd wat was nou eigenlijk het meest succesvol en waarom in die ruimtelijke ordening. En toen ben ik tot de conclusie gekomen dat ruimtelijke ordening een soort volume moet hebben. Zoals Rotterdam, dat heeft een volume. En dat heb ik gemerkt en dat heb ik geweten. En ik mag gerust zeggen dat het is gelukt. Maar er zijn ook steden en omgevingen waar het niet lukt. Bijvoorbeeld Groningen. En dat heeft me ook verbaasd, want ik heb veel in Groningen gedaan in de tijd. Dus ik denk, eigenlijk moet je die mensen helpen. Dat is voor mij een reden om deze reeks te doen. En hetzelfde heb ik met Eindhoven. Ik ben hier ooit een hoogleraar geworden. Ik heb hier ooit mogen werken. En nu denk ik zeker naar wat er gisteren gebeurde. Nou, wat moet je nou nog meer horen? Kom uit je bietje, uit waar zit je. Kom, ga aan de gang. Wie heeft ooit zo'n kans dat je zo'n bedrijf daar hebt zitten dat je er niet bang voor hoeft te zijn als je het samen optrekt en als je ermee aan de gang gaat en goed aan de gang gaat in de zin van dat je ook plannen maakt, dat je de vakmanschap erbij haalt en dat je de verbeelding maakt wat jullie allemaal kan brengen naar bestuurlijk welzijn en bestuurlijk daarmee omgaan en inhoudelijk daarmee omgaan. Als je het andersom doet, gaat het nooit lukken. Dat is wat ik geleerd heb in mijn leven. Als je het andersom doet, als je als bestuurder begint
belangrijke verhalen met elkaar te houden, maar je weet niet waar het eigenlijk over gaat en wat het moet worden, dan krijg je nooit je bevolking mee en die zien er niks van. En dus daar moet je wat aan doen. En ik denk dat regionale ontwikkeling een verschrikkelijk belangrijke ontwikkeling is. Als ik dat uit mijn carrière mag zeggen, dan zeg ik dat heeft de meeste kans. Iets met omvang, iets met dagelijks gebruik, iets met belangen, iets met angst wat je moet wegnemen. Omdat het natuurlijk eng is als je een klein gemeentetje bent en je moet meedoen en je denkt van gaat ze met me doen. Al die dingen moet je zien te voorkomen door eerst heel goed bezig te gaan. Waar hebben we het over? Wat gaan we doen? Hoe ziet het eruit? En daarna pas helemaal bestuurlijk in te vullen. En wat doe jij en wat doe ik en hoe gaat het worden? En dat is de reden om hier vanavond te komen. Mooi, dankjewel. Dankjewel voor het initiatief. Ja, je loopt al weg, maar toch even, ik heb nog een vervolgvraag, Rick. Toch? Ja, toch wel. Nou ja, goed, om dit soort, je zou kunnen zeggen, dan kom je in een soort situatie van vroeger was alles beter en hoe wij het in de jaren 80, 90, 2000 hebben gedaan. En niemand begrijpt er wat van. Het is natuurlijk toch niet uitdrukkelijk de bedoeling dat we terug gaan kijken, maar we willen de vonken van de vernieuwing zien. Het is helemaal niet mijn boodschap van vroeger was alles beter, want ik kan je vertellen dat het keihard buffelen en bekkelen en alles erop en eraan was. Dus niks gaat vanzelf, toen niet en nu ook niet. Maar je mag het niet overslaan. Je moet ermee aan de gang. Dat is mijn boodschap. Kijk dan vooruit, pak je kans. Je kan hier dingen doen. Ik schat in, maar ik ga er niet over. Ik heb ook daar geen kennis van. Maar in Den Haag duurt het nog wel even. Ga je zitten wachten? Nee, ga aan de gang. Zorg dat je plannen hebt. Die plannen waar ik het over had, kon je dan altijd mee naar Den Haag lopen. Maar niet andersom. Dus pak je kans, ga aan de slag. Jullie zijn het waard hier. Allemaal. Goed, daar gaan we het mee doen. Dankjewel, Rick. Ja, dat mag. Heel goed voor iemand. Hè? Rick staat aan het begin van haar carrière nog. Dus dat is een goede boodschap om mee te gaan doen. Meneer Dijsseloem, hoe wilt u doen? Wilt u achter uw vaste stoel zitten? Wilt u de losse microfoon? Ja? Dank u wel. Welkom allemaal. Heel fijn dat jullie er zijn. Welkom in het stadhuis van Eindhoven. Dat is, ik werd net geïntroduceerd als burgemeester, maar ik sta hier zeker en misschien wel in de eerste plaats als voorzitter van de regio. Want ik ben ook de hele tijd bezig met wat gebeurt er in die regio? Wat is de uitdaging voor de regio? Wat is het ambitieniveau wat we met elkaar kunnen realiseren? En daar steek ik met overtuiging veel tijd in, omdat de gebeurtenissen waar Rick al aan refereerde, de economische dynamiek van dit moment, is niet Eindhovens, is regionaal. En eerlijk gezegd, formeel praten wij altijd over de regio als de 21 gemeenten, waar dan Eindhoven de grootste stad in vormt. Maar de facto is deze regio aan het groeien. En wat bedoel ik daarmee? Dat inmiddels de uitstraling en de effecten ervan, van de economische dynamiek van deze regio, ook al naar Noord-Limburg, ook al richting Den Bosch en verder gaan, ook al naar onze Vlaamse buren gaat. Zowel als het gaat om mobiliteit, als het gaat om woningbouw, als het gaat om waar komen nog de bedrijfsterreinen en de bedrijven te vestigen. Dus die regio is ook nog groter dan we soms denken en ons realiseren. En de kernvraag is voor mij toch hoe we, dit is mijn speech, hoe we de groei en de ontwikkeling eigenlijk zelf vorm gaan geven. Het gevoel wat in Eindhoven en ik denk ook in veel randgemeenten wel opkomt, is dat het over ons heen komt. En dat is nooit positief. Als er grote gebeurtenissen zijn en ik denk het overkomt me, het gebeurt me, dan ga je al snel focussen op de dingen die je bedreigen. Dus wat we moeten doen, en daar is deze avond heel belangrijk in, is nadenken over hoe kunnen we deze ontwikkeling, dat enorme potentieel wat zich hier aan het ontvouwen is, het economisch potentieel van dit gigantische ecosysteem wat we hier met elkaar hebben en verder ontwikkelen, hoe kunnen we dat nou verder vormgeven? En die vormgevingvraag is denk ik het allerbelangrijkste. Dus hoe geven we die ontwikkeling vorm? Hoe geven we de stad, maar ook het landelijk gebied vorm? En ook in verhouding tot elkaar. Mij gaat het dus ook nadrukkelijk niet alleen maar om het stedelijk gebied, maar echt de regio. Deze regio is ook nog heel landelijk, heeft een uniek landschap. Heeft ook verschillende culturen en verschijningsvormen. En die moeten we ook allemaal meenemen
in dat denken over hoe geven we vorm aan. Zo vind ik dat als we daarover na gaan denken, over die ordening van de ontwikkeling die we voor ons zien en die kans die we voor ons zien, moet het niet alleen maar gaan over de harde structuur, maar ook over de sociale structuur. Als wij er niet in slagen om het sociaal weefsel van onze steden en dorpen gelijktijdig met de enorme economische groei te versterken, en ook dat heeft ruimtelijke kanten, als we daar niet in slagen, dan gaat het scheuren. Dus het sociale weefsel versterken is ook een grote opgave. We staan ondertussen voor de opgave om stad en regio klimaatbestendig te maken. En dat is hier niet een abstract begrip. Dit is een bekenlandschap. Klimaateffecten zijn hier onmiddellijk en tastbaar. De inrichting van ons landschap, daarmee rekening houden met het type bodem wat wij hier hebben en bodemgezondheid. Rekening houden met water en de hoeveelheid water die ook verticaal over ons heen kan komen, is een grote opgave. Luchtkwaliteit is in deze regio een grote opgave. We kunnen niet steeds verder doorgaan in de economische ontwikkeling, in de verdichting, in de verstedelijking, als we niet ondertussen echt grotere stappen zetten op luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit raakt op de gezondheid van onze mensen zeer reëel. Grote opgave in ons gebied. De groene stad is een nadrukkelijke ambitie voor ons als Eindhoven. De omgeving, zou je kunnen zeggen, is al groen, maar ook daar is een enorme milieudruk aan de hand. En ook dat is een inrichtingsopgave. En ook hier geldt weer, laten we niet wachten op eventuele plannen van Den Haag. Ja, er zal een effectief stikstofbeleid moeten komen. Maar ook dat is een belangrijk inrichtingsvraagstuk per gebied. Als we erin slagen om gebieden opnieuw in te richten, vroeger noemden we dat landinrichting, kun je veel van de spanningen tussen landbouw en natuur, landgebruik en verstedelijking ook oplossen of de spanning daar verminderen. Een ander aspect wat we denk ik in onze samenwerking die steeds hechter wordt in de regio moeten doordenken is identiteit. Want ik kom nog te veel tegen, ik maak nu een ronde langs heel veel gemeenteraden in mijn regio om met hen te praten over de ontwikkelingen die gaande zijn. En dus gewoon de zorgen te adresseren die daar leven. Wat betekent het als het over ons heen komt? Maar dat aspect van wat is dan de gezamenlijke identiteit die we aan het bouwen zijn, is daarin heel belangrijk. En voor sommige mensen gaat dat terug tot Van Gogh. Voor sommige mensen gaat dat inderdaad terug tot het unieke landschap. Het landschap wat ze herkennen, waarin ze zijn opgegroeid. Voor sommigen is dat juist de industriële, historische geschiedenis van het gebied. De industrie is hier natuurlijk al heel lang heel dominant. En niet alleen in de stad, maar ook in dorpen. Waar veel industriële bedrijvigheid al 100 jaar of langer zit. En dat vertaalt zich ook in industrieel erfgoed. Wat zo, als ik naar de stad van Eindhoven kijk, onze meest succesvolle ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar zijn daar waar we vanuit die culturele, historische identiteit iets nieuws hebben gecreëerd. Waarbij Strijp S denk ik het meest mooie voorbeeld is, waar we die identiteit en die historie hebben meegenomen en zichtbaar hebben gehouden. Waar veel Eindhovenaren ook trots aan ontlenen en toch iets nieuws hebben gecreëerd. Met nieuwe woningbouw, met nieuwe functies, nieuwe aantrekkelijkheid. Dus die laag van identiteit en cultuur behoudt, terwijl we vernieuwen, terwijl we de opgaven van de toekomst ontwerpen, is voor mij heel belangrijk. En dan heb ik nog niet eens gehad over voorzieningen. Want we zijn al vrij ver met onze plannen over hoeveel woningen moeten we eigenlijk bouwen. Waar zouden die ongeveer kunnen komen? Wat moet er gebeuren aan bereikbaarheid? Er zijn al hele pakketten voor afgesproken. Maar bij voorzieningen hebben we dat denkwerk eigenlijk nog te doen. En ook dat is een plek van ordening. Waar komen dan eigenlijk de voorzieningen van de toekomst? En over wat voor voorzieningen hebben we? Als er 100.000 mensen bijkomen, moet je dan ook een ziekenhuis erbij hebben of een half ziekenhuis? Of is het ziekenhuis gewoon van karakter ondertussen ook helemaal aan het veranderen? En moet je helemaal niet meer denken in grote ziekenhuisgebouwen? Hoe zien de voorzieningen van die toekomst er dan eigenlijk uit? En neem je die al mee in je ontwerp? Ook dat zijn we op dit moment aan het verkennen. En dat is niet alleen maar een numeriek kwantitatieve analyse. 100.000 mensen is zoveel huisartsen. Maar het is ook
Hoe kun je de voorzieningen een plek geven in die nieuwe stad of in die nieuwe regio en die vernieuwde nieuwe stedelijkheid die je toevoegt, zodat je daarmee ook meteen bijdraagt aan die gezamenlijke identiteit die er moet zijn en die versterking van onze gezamenlijke cultuur. Of dat je ook meteen toevoegt aan het sociaal weefsel van die nieuwe stedelijke gebieden. Kunnen we dat? En is dat ook een inrichtingsvraag? Dan tenslotte over samenwerking. Toen ik hier kwam, werd tegen mij gezegd, we moeten samenwerken met z'n 21, want het moet van de provincie en het Rijk. Die spreken ons aan als 21. En niet op een ander aggregatieniveau. Ik dacht bij mezelf, oké, dat helpt, want dan is dat maar duidelijk. Dus de Rijksoverheid verwacht van ons met ons 21e plannen en visies op het gebied van mobiliteit, verstedelijking, woningbouwopgave. Maar eigenlijk vind ik dat de motivatie uit onszelf moet komen. Het kan niet zo zijn dat een gezonde samenwerking alleen maar tot stand komt omdat de minister van je een plan verwacht. Die moet uit onszelf komen. En dat betekent ook dat we nog veel scherper moeten zijn over het enorme, urgente, gedeelde belang dat we hierin hebben. Want de ontwikkeling zoals die er is, en ik beschouw het als een enorm cadeau dat deze ontwikkeling er is voor deze stad en regio, die gaat alleen gedragen worden in de stad en in de regio, in alle gemeenten, als wij gezamenlijk mensen een perspectief kunnen bieden. Als we dat niet doen namelijk, dan weet ik wat er nu al gebeurt, dat de woningnood steeds groter wordt. En woningnood trekt zich niks aan van gemeentegrenzen. Dan weet ik zeker dat het tekort aan gezondheidszorgvoorzieningen steeds groter wordt. En dat trekt zich niks aan van gemeentegrenzen. Enzovoort, enzovoort. Het is echt een gezamenlijke opgave. Het is en een gezamenlijke geweldige kans. Als we de groei en de ontwikkeling en de dynamiek van deze regio ook op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier vorm kunnen geven. Als we er niet in slagen met z'n allen in die samenwerking die steeds hechter wordt, dan zullen ook de negatieve kanten, de schaduwkanten, zich over alle gemeenten, klein en groot, uitspreiden. Dus ik heb een grote intrinsieke motivatie om gezamenlijk die inrichtingsvragen met al die lagen die ik beschreef vorm te geven. En ik hoop op heel veel ideeën en inspiratie vanavond. Dank je wel. Ja, dankjewel. Dus de opgave, ja, prachtig verwoord, als ik zo vrij mag zijn. We hebben een aantal mensen uitgenodigd in de eerste ring. En ja, dat is altijd het gevaarlijke. Je nodigt mensen uit en tegelijkertijd vertegenwoordigen ze een organisatie. En dan moeten ze namens die organisatie proberen te praten. En, dus dat proberen we een beetje los te knippen als ik zo vrij ben. Dus ik zou graag Mark Glaudemans, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant. En verantwoordelijk voor, nou, je moet mij even corrigeren hoor, maar energie, Europese zaken, economie. Althans verantwoordelijk, dat is je werkterrein. Hè? Verantwoordelijk is ook een zo groot woord. Kun jij vanuit jouw perspectief, als ook voormalig ontwerper of directeur van de ontwerpopleiding, jouw perspectief op die schaalsprongen geven die, waar de Eindhovense regio, noem ik maar even, voor staat? Met zo praten, denk ik? Ja, dat wil ik wel. Inderdaad, in mijn vorige leven was ik ook lector stedelijke en regionale ontwikkeling bij Fonds Hogescholen. En heb ik hier in deze raadzaal nog een keer een mooie presentatie mogen geven van de masterclass die we toen met 30 internationale ontwerpers hebben gedaan over Eindhoven 2050. Dat was 2014. Ik had het boekje, ik heb er nog één, kan misschien wel. Maar de reden voor mij om van die schoolomgeving naar de provincie stap was omdat ik het zo interessant vond dat die provincie juist met die bovenregionale schaalsprongen bezig was. Of het nou gaat over stedelijking, of het energievraagstuk, of het duurzaamheidsvraagstuk landschappelijk. Dus eigenlijk op dat wat hogere schaalniveau komen die dingen bij elkaar. Dus Den Haag is redelijk abstract. Dan gaat het over doelen, beleidsdoelen. Maar het komt altijd het land in de ruimte. En dan is een gemeente vaak, veel van dit soort vraagstukken gaan over die gemeentegrenzen heen, zoals de burgemeester al zei, en zelf ook over regiogrenzen. Dus ja, ik vind het buitengewoon interessant om ook vanuit de rol van provincie, wij zijn spelverdelers en regisseurs, dus we doen eigenlijk nooit iets alleen, altijd met anderen, met gemeenten of met organisaties, met bedrijven, met waterschappen. Die heb je allemaal ook nodig om zo'n schaalsprong in goede banen te leiden. Ik ben het ook eens, als er geen visie is, ja, dan is het een hoop bestuurlijk gedoe. En heel veel vergaderen, maar dan
dan moddert het. Dus er is ook wel een soort van richting nodig van waar willen we dan met elkaar naartoe? En waar worden mensen ook enthousiast van? Als je nadenkt over de toekomst van zo'n regio, dan moet je schaalschool maken of je moet op een hoger schaalniveau de onderwerpen aggregeren. Voor je het weet ben je Eindhovense regio aan het ontwerpen op de noordwestelijke Europese delta niveau. Hè. Dus je wilt niet te klein, niet te groot. Hebben jij of hebben jullie grip op welk niveau je naar deze regio moet kijken? Want die uitstralingseffecten zijn enorm. Maar ja, je kunt ook niet ontwerpen tot aan Oostenrijk toe bewijzen. Dus hoe zie je dat? Of houdt het op bij de provincie? Nee, zeker niet. Dus er zijn natuurlijk allerlei zaken die je Europees hebt, bijvoorbeeld watersystemen of mobiliteitssystemen, die houden niet op bij landsgrenzen en bij gemeentegrenzen, provinciegrenzen. Andere dingen moet je juist op wijkniveau, moet je juist heel klein organiseren. Dus er is volgens mij niet één antwoord. Als er wel hele grote visies zijn, maar de straten kloppen niet en de wijken kloppen niet, ja, dan doe je het ook niet goed. Dus je moet ontwerpen op die verschillende schaalniveaus, dat is echt een ander vak. En provinciaal schaalniveau ontwerpen. Dus ook daar hebben we wel ervaring mee. Bijvoorbeeld ook door een Winnie Maas te vragen. Kijk nou eens naar Brabant. Dus in het verleden. Of naar Floris Alkemade. En vanuit die watersystemen. Dus nu maken we weer een ruimtelijk voorstel. Ruimtelijke ordening op het niveau van een provincie. Ja, dat is ook een vakgebied wat we heel lang wat hebben laten verstoffen. En dat helpt wel, denk ik, om zo'n schaalsprong ook een goed kader te geven. En hoe volgend kun je daar als provincie in? Of kan je daar ook iets sturen? Doen we er ook projecten voort uit die provinciale of regionale visie? Ja, want spelverdelen betekent ook wel soms moeten kiezen van hier iets wel, hier iets niet. En dat hoort er ook bij. Ja. 2014 met 30 internationale studenten. Kan je daar iets meer over vertellen hoe zij... Ja, die regionale opgave duiden. Of zullen we dat boekje, dat één exemplaar? Ja, misschien heb ik er nog wel diep in mijn kast nog meer. Maar in ieder geval, ik kon er één zo snel vinden. Het was wel interessant dat toen ook al werd gekeken van die wateropgave. Hè. Dus je zou veel meer met water moeten doen. Ook zichtbaar en als kwaliteit. Meer met licht. Nou ja, de lichtstad, maar zie je, is dat nou echt... En ook die technologie was toen ook wel heel erg, dus het idee van mobiliteit, als je straks zelfrijdende auto's hebt die ook nog eens een keer allemaal met elkaar verbonden zijn, dan zou je heel veel straten eigenlijk autovrij kunnen maken, misschien wel terug kunnen geven aan bewoners. Dus dat denken was toen, we zijn nu 10 jaar verder en eigenlijk is er maar bitter weinig van terechtgekomen van die belofte, maar misschien komt het wel. De stad is nog steeds gewoon helemaal nu ontworpen voor de auto, zeker Eindhoven. Als je die auto daaruit wegdenkt, dan krijg je kwaliteiten. Dat is onvoorstelbaar. Je kunt 60% van de straten eigenlijk teruggeven aan de natuur of aan de mensen. En dus, dat waren wel hele leuke prikkelende ideeën. Mooi, dankjewel. Gien van der Wouters, gemeentesecretaris van Geemert Bakel. En secretaris-directeur van de MRE. Dat zijn twee functies, hè? Ja, die doe ik niet samen hoor. Nee, de ene begin ik 1 maart aan en de andere laat ik dan achter me. Ja. Dus degene die je gaat doen, dat is dat? Ja, op MRE schaal. Ja. Welke opdracht heb je meegekregen? Welke opdracht heb je voor jezelf gesteld? Nou, ik denk, ook aansluitend op mevrouw Bakker, ik denk dat er een hele duidelijke gedeelde ambitie ligt op regioschaal. Die is afgelopen jaar samen ook bestuurlijk vastgesteld met heel veel partners. En ik denk dat we ook echt naar het doen moeten. We moeten het gaan waarmaken, we moeten gaan uitvoeren. Dus een van de opdrachten ook voor onze regio is, waar dan ook de organisatie is om ook echt tot uitvoering te komen en tot realisatiekracht. En dat is soms best lastig. Ik vind bijvoorbeeld een voorbeeld, want jij noemde net het woord kwaliteiten. Er ligt duidelijk een toch meer ruimtelijk georiënteerde agenda, ook op regioniveau, met de verschillende opgaves. En ik denk dat het ook de uitdaging is waarbij ruimtelijke belangen vaak worden gezien als tegengesteld, als strijdig. Denk ik dat je het ook kunt zien als onderlinge verbonden schakels, die je in een samenhangend geheel verder kunt brengen, juist in die uitvoering. En bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, we weten allemaal dat de uitvoeringskracht van onze organisaties onder druk staat. Hier in de regio is bijvoorbeeld met 9 gemeenten, ik geloof zo'n 13 corporaties, en met een aantal bouwontwikkelaars gewerkt aan hoe kunnen we nou de bouw versnellen.
En tegelijkertijd ook betaalbare sociale huurwoningen creëren. En je ziet dan, die hebben samen een raamwerk gemaakt. En die hebben nu zeg maar dat 3 jaar doorlopen en zo'n 1000 huurwoningen neergezet. Sociale huurwoningen. En gewoon om te gaan doen. En nu gaat het ambitieniveau weer verder omhoog. Omdat je dan ook in de praktijk tot resultaat komt. En ik denk dat daar, in ieder geval ook voor mijn organisatie, een duidelijke opgave ligt. Om ook wel te bedenken, plannen kunnen er zijn, maar je moet ze uitvoeren. Dus een sterke focus op die uitvoering, maar tegelijkertijd ook de oproep van zowel de burgemeester als Mark, maar ook mevrouw Bakker, er ook ruimte voor die verbeelding. Hè? Dus is dat nou ook een, ja goed, zit daar uitvoeringskracht op de verbeelding, of op het bij elkaar brengen van die verbeelding, of zegt nou dat... Nou ja, dus ook vanuit het perspectief. Hè. De burgemeester noemde net ook de identiteit van onze regio. En ik denk dat daar ook wel verbeeldingskracht voor nodig is om samen dat perspectief op te zien. En de kunst is ook op om dat voor alle inwoners in die regio ook voelbaar en tastbaar te maken. Hè. Dat het ook ergens toe leidt. Maar je hebt die verbeeldingskracht wel nodig. En ik denk dat we daar voortdurend aan moeten werken. Maar wel ook vanuit een echt kansenperspectief. Ik kijk even naar, want het is een grote woningbouwopgave. Ik weet dat Adriaan Visser zit in de zaal. Directeur bij de Beringgroep heeft een onderzoek gedaan naar, of advies gegeven, dan moet je zelf maar even beter vertellen, naar waar die woningen, oh je hebt een microfoon natuurlijk, wat die woningbouwopgave nou precies is. En toen ik je aan de telefoon had, toen vroeg ik aan jou, zit daar nou een conceptueel kader onder? Of is dat toch een soort ja, bestuurlijke of een organisatorische opgave? Ja, dat is een goede vraag. Dat is overigens niet voor deze regio uniek dat het er niet is. Er zijn ongelooflijke woondeals gemaakt met de minister, terecht, want er is een enorme woningbouwopgave. Maar hier zijn 21 wethouders natuurlijk wel verplicht geraakt om een enorme hoeveelheid woningen te bouwen in de regio. En ik durf wel te zeggen dat ik niet alle wethouders precies weten wat ze getekend hebben. Althans, als het gaat over de consequentie. Wat voor soort woningen? Waar komen ze? Hoe ga je van zachte naar harde plannen? En die woningen, en wat de burgemeester volstrekt helder zei, die woningen staan natuurlijk niet alleen. En de mobiliteit heeft een hele duidelijke agenda gekregen hier gelukkig, dat is ook heel erg belangrijk. Maar daarna komt die pas. Dus alleen het over woningbouw hebben is natuurlijk volstrekt te weinig. Maar wij hebben wel gezien, in inderdaad een onderzoek dat wij een tijdje terug gedaan hebben, dat de opgave enorm is en ja, de regio bijna overstijgt als het gaat om omvang. En dan heb ik het helemaal niet eens over de uitvoeringscapaciteit, de kennis, de kunde, de ambtelijke capaciteit, waar gewoon... Ja, echt een opgave zit. En nogmaals, dat is niet uniek voor deze regio, dus op heel veel plekken. Maar het is wel een hele nadrukkelijke opgave. Giovanni, want je kunt over aantallen woningen of betaalbare categorieën. Onbetaalbare categorieën, het gaat natuurlijk ook over, dat vind ik zo mooi dat de burgemeester zei, het gaat over samenhang. Hij zei identiteit, maar het gaat over samenhang en identiteit. En over de cultuur van het wonen op deze plek. Ja. Ja, nou, het is ook heel verschillend. Hè. Kijk, in Eindhoven heb je hoogstedelijk wonen. Daar woon ik zelf bijvoorbeeld hier midden in de stad, hoog. Daar kun je de hele stad over zien. Maar je hebt natuurlijk ook middellandelijke milieus. En ik denk ook dat die 100.000 woningen bouwen. Dat elke gemeente ook een deel daarvan tot zijn verantwoording zou kunnen nemen. Ook tot een gevarieerd woonmilieu te komen. Waar je ook heel veel inwoners hebben natuurlijk ook allemaal verschillende type wensen van woningbouw. We weten ook, dat zien we ook bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen van steeds meer 1-persoonshuishoudens. Dat is ook in deze regio. Dus ja, hoe vang je dat met elkaar op? En wat bouw je dan naar de toekomst om dat op te vangen? En ik denk dat het ook wel steeds de kunst is om die kwaliteit te verbinden met voorzieningenniveau. En ik dacht laatst, ik zal een ander voorbeeld geven op voorzieningenniveau. Elke gemeente is verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de onderwijshuisvesting. En elke gemeente is binnen zijn eigen gemeentegrenzen bezig. Er worden scholen gesloten, want we verwachten. Maar ik denk, als je nou gewoon naar de regioopgave kijkt. En ik weet zeker dat er zeker zo'n 20.000 kinderen de komende jaren bij zullen komen. Hoe ga je dan als regioopgave ook bijvoorbeeld die onderwijshuisvesting doen? En dat is bijvoorbeeld ook op het gebied van voorzieningenniveau. En daar samen over nadenken en daar verbeelding ook bij hebben. Ik denk dat dat ook wel de opgave is om te doen. En ik zou het zo jammer vinden als elke gemeente binnen zijn eigen gemeentegrenzen dit soort opgaves beschouwt. Ik zie ook dat, had ik al eerder gezien hoor, Adriaan Geuze in de zaal zit. Oprichter West 8, landscape architect. Heel de wereld actief. Van Rotterdam tot Eindhoven. Nee, maar ook in andere delen van de wereld. Verbeelding, regionaal ontwerp, schaalniveau. Kun je daar iets over zeggen? Je zei in het voorgesprek, of tenminste in de korte ontmoeting die we hadden van... Het moet ook een beetje mild zijn. Hè? Het gaat gewoon ook wel heel knap hoe ze het hier doen. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook. Er moet ook een beetje mededogen zijn. Kijk,
Ik herinner me de discussie met mensen uit de natuurbeweging en de provincie. Die hadden toen net gesticht het Groene Woud. Dat is een soort uniek gebied. En daar zouden edelherten uit Duitsland en België naartoe gaan rennen over ecoducten. En die werden ook gemaakt. En ik had toen een soort interessante discussie van hoe komen de bleekneus uit de stad daar? En waarom noem je het Groene Woud? Dat zegt helemaal niks. Daar kan je niet toe verhouden. Dus moeten we ook niet die natuur wat minder elitair maken en mensinclusief? En dan moet je het voorbeeld nemen aan Silicon Valley. Dat is een soort Eindhoven in Amerika. Waar een nationaal park is, Yosemite, dat is 3 uur rijden van Silicon Valley. En het leuke van Brabant zou kunnen zijn dat je zegt, maak van heel Brabant een nationaal park. Maar dan de Kempische traditie, de bosrand, de beekdalen, de heide. Iedere Brabander kan zich daar en wil zich daartoe verhouden. Dat is van hem, van haar. En daar overheen ligt de Brainport. Dus dat ligt niet 3 kilometer of 3 uur, maar over elkaar heen. En daarin zijn campussen en dorpen en uitbreidingswijken. Die kunnen in dat magnetisch veld van dat landschap gedijen. En ik vond dat eigenlijk en iedereen ging daaraan meedoen zelfs. Dat was dat is eigenlijk wel een goed idee. En in no time ontstond het initiatief om ook daar een narratief bij te bedenken. Van Gogh Nationaal Park in plaats van een soort rode lijsten natuur als vertrekpunt in het denken. Nou, dat kan je toepassen op de regio Eindhoven op een hele makkelijke manier. Maar dan moet je wel op een regionale manier afspraken maken over wat iedereen gaat doen. Je kan een hele mooie villawijken in Nuenen maken. Je kan Eindhoven-Helmond een zusterstad maken met de Dommel er tussendoor. Snap je? Dus je hebt wel een aantal van dat soort vergezichten nodig. Maar je kan het heel decentraal uiteindelijk effectueren en neerzetten. Nou, en daar hoort ook bij, en daarom ben ik, zeg maar, het woord mededoog wel belangrijk. In deze regio zijn mensen geneigd heel erg snel samen te werken. Dat is op een of andere manier, vindt men dat prettig. Dat gaat over het algemeen met hele korte lijnen in plaats van met e-mails en gelul. En als je inzoomt, dan zie je de meest waanzinnige plannen worden gerealiseerd. En dat gaat in een tempo wat best wel aanstekelijk is. Als je planner bent of stedenbouwer, dat je denkt, pet je af. Dus alleen dat moet even een duwtje krijgen, een schaalsprong. En dat moet op een manier dat de trots en de diversiteit die in deze regio zit niet verloren gaat. Dus ik ben daar redelijk mild over. En als ik kijk van de ruimtelijke ordening, en dat is ook het leuke appel van Riek, gaat natuurlijk toch over grotere getallen, over langere tijdlijnen. Nou, en daar is zeg maar de Philips legacy van Witte Dame tot aan de Wielerwaal is nu exact 20 jaar, 21 jaar aan de gang. En eigenlijk moet je zeggen, kan je 21 jaar consistenter aan werken? En dan zie je dat Eindhoven dat kan. En dat zijn goede voorbeelden van hoe je kan bewijzen dat ruimtelijke ordening effectief is en levert. En dat moet je nu, wat Riek Bakker ook zegt, op een regionale schaal wel even gaan organiseren met wel 20 agenda's. Ja, mooi. Oh, hij doet het. Dankjewel. Don Murphy, in het dagelijks leven oprichter, architect, VMX-architecten, maar ook stadsbouwmeester Eindhoven. Hoe zie jij in die vraagstuk van samenhang en identiteit de Eindhovense binnenstad of de Eindhoven in dat regionale verband als het gaat over de architectuur, ruimtelijke vormgeving? Kun je daar iets zeggen? Je mag in het Engels antwoorden, Don, als dat je comfortabel maakt. Thank you. What strikes me is actually how impotent we've all become, actually. I mean, I listened to what Riek had to say, and she said, we just have to do it. And also the Burgemeester said, we have to do it. But we're not doing it. We're looking for... But the nice thing about the Netherlands, and I really appreciate it, is that people want to work together. Everybody wants to work together. It's deep in the culture. It's in the psychic. You know, even developers work together. They share projects. But at the moment, we're looking for what's not right rather than what is right with the plan. I see it constantly looking for the mistakes, looking for what's wrong. You know, I sit in tables and people are sitting around the table looking for what's wrong. And then when they find what's wrong, they say, oh, that's a goeie. So how do we get
the things done. And it's going too slowly, actually. Ja, ja, ja. Oké, dat is een oproep om echt samen te werken met elkaar, de consequenties te doordenken en vooruit te kijken. Kun je toch ook iets zeggen over wat ik net die vraag stelde van hoe zie jij het Eindhoven zelf ook in ruimtelijke termen identiteit verschaffen aan die regio? Of is dat een te grote vraag? Dat kan ook hoor. Maar... I'm not so aware of all the regio actually. I spent a few days recently in Breda and Tilburg. I think they're working quite well together, those two. Yeah. Eindhoven seems to be a bit more doing its own thing. It's what I feel. I don't know. And of course, there's a lot to be done in Eindhoven, so we're very busy, or we should be very busy. Yeah. Yeah, okay. Jos Gohaert, directeur bestuurder bij woningbouwcoöperatie Sint-Trudo. We hebben elkaar recentelijk weer ontmoet rond een kleine ingelaste excursie Woensel West. West, ja. West. Een mooi voorbeeld van stedelijke revitalisering, het opnieuw nadenken over betaalbaarheid en het binden van mensen aan de stad. Heb jij of met jouw bedrijf ook een bijdrage op dat regionale schaalniveau? Op welk niveau beweeg jij hier als je het hebt over de toekomst van de regio? In ieder geval niet in actieve zin op regionale schaal, in de zin dat we daar projecten doen. Maar ik denk wel, hè, als ik de verhalen zo hoor, dat als we echt niet alleen meer onderbouwing willen geven aan, maar ook in de uitwerking slagkracht willen organiseren, dan zou ik wel pleiten voor meer inzet en aandacht voor die gebiedsontwikkelingen op buurt- en wijkniveau. Ook als input voor wat er op grotere schaal gebeurt. Maar ook om echt tempo te kunnen maken in de uitwerking. Dat is ook het niveau waarop je ook richting de bevolking, richting de bewoners, het kunt verbeelden. Op een manier waar ze iets mee kunnen. Dat is ook het niveau waarop je de link legt met zorgvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en hoe je directe leefomgeving aanpakt. En natuurlijk moet je de verschillende gebieden en wijken op elkaar afstemmen. Dus ik zou ervoor willen pleiten om daar meer aandacht voor te geven, ook als het gaat om tempo maken. Want als je ziet waar en op welke plekken de afgelopen jaren dat gelukt is om tempo te maken, je noemde zelf al het voorbeeld van Strijp, maar er zijn wel andere gebieden ook aan te wijzen, dan zijn dat toch de gebieden waar al langjarig vanuit een duidelijk concept, wat ook verbeeld is, gewerkt wordt en uitgewerkt wordt. En niet alleen op het vlak van wonen, maar ook in relatie met de omgeving en in het gebied zelf de voorzieningen. Dus ik denk echt dat het heel belangrijk is, niet alleen om op dat, ja, ik noem het dan toch maar een beetje dat abstracte regionaal niveau na te denken en op die grote schaal, maar in de onderbouwing daarvan ook echt al vanaf het allereerste begin, laat het een optelsom zijn van wat er in de verschillende gebieden gebeurt. He, en natuurlijk zul je dan af en toe, omdat niet iedereen hetzelfde moet doen, wat bij zullen schaven, maar ik denk echt dat als we tempo willen maken hier, dan is dat schaalniveau heeft meer aandacht nodig de komende tijd. Burgemeester Muntel, hij riep in ieder geval op, ook van de opgave is ook een sociale opgave, het gaat ook over sociaal weefsel, gaat over sociale structuren. Is dat schaalniveau dan ook het beste ook om mensen betrokken te houden of in ieder geval geïnvolveerd en geëngageerd te houden bij hun fysieke leven en werkomgeving? Zeker als je het hebt over herstructurering van bestaande gebieden. Maar als je een nieuw gebied goed wilt maken, dan zul je ook met de toekomstige bewoners, of gedacht vanuit de toekomstige bewoners, zul je ze daar goed bij moeten betrekken. Pas dan weet je echt wat je moet doen. Is in ieder geval onze mening. En dan weet je ook pas wel echt wat ze nodig hebben, niet alleen qua woning, maar ook wat daarbij komt kijken. Daar ben ik echt wel van overtuigd dat nodig is, ja. Wat zou jij vanuit je ervaring met Woensel West ook in contact met de bewoners en je cliëntele, wat zou je dan willen meegeven aan de planmakers voor de regio, voor deze enorme schaalsprong die we maken? Dat is dat gebiedsgericht werken, gebiedsontwikkelingsniveau, maar ook vanuit de betrokkenheid van die mensen. Het begint
het begint toch echt met luisteren en kijken van waar de vraag ligt, waar de behoeften liggen, waar de problemen liggen en daarop inspelen. Het is ook de enige manier om draagvlak te krijgen voor de plannen. Als het lukt om daarop in te spelen. Het zijn vaak, zeker in zo'n wijk als Moenswest, om dat toch maar als voorbeeld te pakken. Dat is een heel ingrijpende wijkvernieuwing geweest. En dat is echt alleen maar mogelijk om dat met draagvlak te doen als je luistert naar wat problemen zijn en daar ook oplossingen voor geeft. We hebben daar 4 bestemmingsplantrajecten gerealiseerd. Zonder met 0 bezwaren daartegen. In een bestaande omgeving waar ook veel particulier bezit omheen zat. Dat lukt alleen maar als je echt, als mensen er ook zeg maar baat bij hebben bij wat er in die ontwikkeling gebeurt. En dit is dan een specifiek voorbeeld hè, binnen de bestaande stad. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor een uitbreiding in een dorp. Ook daar moet je toch inspelen. Niet alleen op wat die regionale vraag is, maar ook wat de problemen en behoeften zijn vanuit zo'n gemeenschap. Ja, wat je vertelde bij die rondleiding of excursie door Woensel West, dat jullie ook gewoon met hoekjes en pleintjes en dakopbouw, dat je eigenlijk verrassend klein bent begonnen, terwijl het een enorme operatie is. Nou, eigenlijk zijn we daar vooral begonnen met sociale projecten, en niet met de fysieke vernieuwing. De focus lag, even die term weer te pakken, op emancipatie. Dus dat was de kern van de aanpak in die wijk. En alleen als je dat goed doet, krijg je ook die fysieke vernieuwing en de verdichting en de uitbreiding voor elkaar. Ja. Je wilt ook tempo maken, je wilt niet elle lange procedures hebben. Ja. Als je, het is net opgeleverd ook natuurlijk, dus, het heeft in de bladen gestaan. Kan je nou, zijn die bewoners zich dan bewust van dat proces of kunnen ze ook identiteit aanmeten aan dat proces of is het... Echt zeker. Nee, die mensen die kijk, everybody happy, dat gaat niet lukken. Maar je merkt wel dat daar mensen ook trots zijn op wat er gerealiseerd is. Mensen die ook jarenlang mee hebben gedaan en ook in de rotzooi hebben gezeten jarenlang. Hè. Dus, maar ze zijn trots op wat er gebeurd is. En ja, dat is... Dat is ook waarde. Dat heeft ook waarde. Ja, ja. Daarmee voelen mensen zich ook meer dan eerst verbonden met zo'n gebied. En, Mooi. Ik weet niet wie het zei, maar iemand zei iets over de Utrechtse barcode. Of was het in het vorige gesprek? Volgens mij was het Adriaan dat, over de Utrechtse barcode. Ja, daar kun je iets over zeggen. Ja, kijk, dat is ook een soort instrument. Ik heb nog even naar die barcode gekeken. Daar schrok ik door van. Hun stelling was in Utrecht, elke 10.000 woningen is hoeveel hectare voorzieningen erbij? 540. Dus 100.000 woningen is 5400 hectare aan voorzieningen erbij. Joost van Vaassen is opstellen van die barcode, dus dat is altijd heel mooi. Hè? Dus Joost, help me even uit de droom. Hoe werkt dat, die barcode? Met alle liefde. Misschien even een hele korte historie. Het ging inderdaad over 70.000 banen, 60.000 woningen. Rondkijkend in de stad is dat natuurlijk een groot gemis in het... In de planning, maar ook in de gedachte van hoe je uiteindelijk die stad vormgeeft. Dus we zijn eigenlijk gaan kijken, wat vraagt nou eigenlijk ruimte? En wat wordt er gebruikt in de stad en wat maakt de stad zoals die nu is? En de heer Dijsselbloem stelde eigenlijk nog wel een paar andere mooie vragen van... hoe gaat die stad straks worden als we anders gaan nadenken over het wonen, werken, alles wat erbij hoort? Wat we hebben gedaan, genoteerd, gekeken, wat is er in beleid, bestaand beleid, nieuw beleid, Europees beleid... hebben we allemaal naast elkaar gezet... En dat is eigenlijk de ruimtelijke barcode geworden. Een kwantitatieve opgave die hoort bij een bepaald aantal woningen bijvoorbeeld. 10.000 woningen is ongeveer 180 tot 200 hectare aan totaal van voorzieningen. En dat is dus groen, water, de sociaal-maatschappelijke voorzieningen en alles wat erbij hoort. Naast elkaar. Er is nog helemaal niks van gezegd van waar bevind je je in de stad... Dus wat is er al aanwezig? Wat zou je kunnen optimaliseren als er een onderbesteding is? Al dat soort dingen. Dat is de volgende vraag uiteindelijk die erbij komt. En ook een kwalitatieve vraag uiteindelijk als je de afwegingen daarin zou moeten maken. Fijn dat je meteen toch aan het woord bent. Dus we resoneren een beetje. Dus kom maar even hier. Wat heeft Utrecht geleerd van nog eens... Ja, die hebben natuurlijk een enorme schaalsprong ook achter de rug. Maar het zijn weer een volgende schaalsprong aan het voorbereiden. Wat heeft Utrecht in dat traject geleerd tot die stadsvisie, stedelijke visie, metropoolvisie? Nou, wat het in ieder geval heeft geleerd is om de
Nou, om met elkaar een veel breder debat uiteindelijk te kunnen gaan voeren over wat nou die stad is. En dat het zich niet alleen maar tot één of twee onderwerpen behelst. Ik hoor te vaak eigenlijk dat het gaat over wonen en mobiliteit. Terwijl volgens mij de oproep in het algemeen is van we willen eigenlijk meer ruimte, we willen gezonde ruimte. We zien allerlei grote transitieopgaven er op ons afkomen. Geef daar ook een plek uiteindelijk aan. En wat we ook zien is dat heel vaak met name het gesprek over die voorzieningen altijd achteraf wordt gevoerd als een soort, ah, dat moeten we er nog eventjes een beetje bij doen. Nou, dat is dus eigenlijk wat meer gekanteld, gelukkig. Wat het nadeel uiteindelijk van die barcode ook is, is dat hij natuurlijk ook, hij wordt ook heel rigide wordt hij uiteindelijk gebruikt. Alsof bij elk plan die totale barcode er uiteindelijk in moet. Nou, dat is natuurlijk ook natuurlijk helemaal niet waar. Het is gewoon een hulpmiddel om in ieder geval te gaan kijken van, denken we aan de goede dingen en hebben we het met elkaar over de goede dingen op het juiste moment. Mooi. Dan nog even ook over participatie. Hè? Dus in het totstandkomen van die barcode, is dat een... dat is een beetje resoneert. Is dat natuurlijk een heel technocratisch proces geweest? Of heb je daar ook input voor het denken hier in deze Eindhoven metropoolregio? Hoe je bewoners daar ook en ondernemers en even in de brede zin mensen kan bijbetrekken? Ja, ik geef altijd een flauwe antwoord. Het was COVID, we hadden daar niet zoveel ruimte voor. Ja. Maar nee, wij hebben daar bij het maken van die barcode... als te weinig in ieder geval over geparticipeerd. Nou, te weinig, ik weet niet of het te weinig is. Er is niet al te veel over geparticipeerd. Daar zat ook een beetje de spanning met het schaalniveau in, van stad-regio. Hoe moet je dat dan doen? Vind ik zelf ook nog steeds eigenlijk wel best een ingewikkelde opgave. Kort antwoord. Eerst genoeg te doen. Dankjewel, Joost. Dan gaan we zo naar het volgende rondje. Wonen is een culturele opgave. Of leven. Leven is een culturele opgave. Werken aan de regio is een culturele opgave. Dat vraag ik ook aan de heer Dijsselbloem. Kijk, je kan in culturele termen kan je over mooi en lelijk praten of over sociale klasses. Maar uiteindelijk gaat het ook over het goede leven. Hè? Dus in de traditionele zin van het woord. Van, hoe denk ik, hoe denken andere mensen na over wat voor hun de wijze van het goede leven is. Stelsel van symbolen, rituelen waarmee ze het goede leven ontwikkelen, vastleggen en communiceren naar een volgende generatie. Is dat nou ook iets wat, ja, u zal ongetwijfeld ja zeggen, maar hoe geef je nou ruimte aan dat soort vragen, ook terwijl zo'n harde opgave van economische bedrijvigheid, mondiale spanningen, 100.000 woningen, dat je die basisvraag van hoe wij vorm willen geven aan het goede leven, in zo'n proces ook ruimte geeft. Als u het een vraag vindt, mag u ook zeggen hoor. Maar dat... Ik vind het een interessante vraag, maar ik weet niet of ik meteen het antwoord heb. Want het goede leven zit ook heel erg in omgangsvormen, in hoe we met elkaar ons verhouden. Hier is ook gewoon een vraagstuk. Deze stad wordt steeds internationaler. Ja. Dus je krijgt hele nieuwe groepen. De grootste groep, niet-Nederlanders, zijn inmiddels de Indiaanse gemeenschap. Maar als je daar weer op inzoomt, dus de Indiaanse gemeenschap bestaat waarschijnlijk uit, ik weet het niet, 40 talengemeenschappen. Ja. Het schijnt er in ieder geval heel veel te zijn. Dus ook daar is de enorme verscheidenheid in. Dus daarom ben ik ook zo geïnteresseerd in dat thema van... Kijk, mensen zullen heel verschillend zijn en ik vind ook dat er heel veel ruimte moet zijn om dat goede leven zelf vorm te geven. En toch, om die stad bij elkaar te houden, moet je ook zoeken naar die gezamenlijkheid. En wat maakt dan die gezamenlijke nieuwe identiteit? Want die identiteit ontwikkelt zich ook. En of dat nou PSV is, wat voor een heel deel van de stad een bindende factor is, of bepaalde culturele festivals, waar heel veel mensen heel divers op afkomen. Ik vond het fascinerend dat we organiseerden een groot feest met Oud en Nieuw in het centrum. Er kwamen enorm veel internationals op af. Ik had het van tevoren niet kunnen verzinnen, maar er waren heel veel en zeer diverse groep mensen kwamen daarop af. Dus we moeten, ik weet niet of dit antwoord is op jouw vraag. Het goede leven zal zich in heel veel diversiteit ontwikkelen en geeft daar ook vooral ook ruimte in, ook in hoe je de stad vormgeeft. Maar we moeten ook steeds zoeken naar elementen en waar gaan we elkaar dan op moeten? Wat gaan we als gezamenlijke identiteit of als gezamenlijke momenten en zo weer ook een gezamenlijke geschiedenis opbouwen? Want anders, ik beschouw het maar heel simpel gezegd als mijn opgave om de boel ook een beetje bij elkaar te houden. En dat is in een stad die zich zo snel ontwikkelt. Wel echt een serieuze opgave. Ja, snap ik. Dankjewel. Wil iemand anders daar nog iets over zeggen? Adrian, het goede leven, is dat, moeten we dat vinden in het landschap? Moeten we dat vinden in de woningen? Kun je daar nog, ook vanuit het ontwerpende? En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, je moet vooral super divers denken. Het is dus alle domeinen, alle type mensen...
alle type inkomens, alle type cultuur. Je moet het steeds zo benaderen. En niet met de oplossing is dit. De 18 oplossingen zouden dit kunnen zijn. Weet je, je moet het diversificeren. Nederland is extreem divers. Je kunt niet voorstellen, je gaat van het ene dorp naar het andere en het lijkt niet meer op elkaar. De communities verschillen, alles is anders. En dat is zo leuk aan Nederland, maar dat is in deze regio zeker. En wat heel erg wringt is dat natuurlijk, er is toch een soort geschiedenis van mijn community, mijn dorpje. En maar het is nu wel even een vette tech-regio. Dat is even een ander verhaal. En die moet je verbinden. Dus het moet allebei. Dat is moeilijk. Ja. Ja. Oké. Jelle. Ja, ik spreek iedereen met voornaam aan, maar dat is omdat ik... Ja, microfoon, hè? Jelle Hoeben, daagstreef architect. Ja, ik vind dat punt van het goede leven, jouw vraag, Patrick. ontzettend goed en je kunt daar niet te gemakkelijk, je kunt daar niet genoeg aandacht aan besteden, zeg maar. Mensen hebben het in hedendaagse nieuwe woonomgevingen, nieuwe leefomgevingen, en zeker met zoveel nieuwe medeburgers, echt moeilijk om in verbinding te zijn met elkaar, zeg maar. Ja. Het emotioneert je, zie ik. Nou ja, want het houdt me erg bezig in mijn rol als architect en stedenbouwkundige. Dat ik zie dat wij als professionals met elkaar altijd heel erg op de ruimte en op de stenen zijn, en de techniek zijn. Maar dat sociale aspect, het gesprek met een socioloog, gesprek met buurtwerkers, gesprek met de mensen, dus die participatie, die meneer Goyaerts hier net daartoe oproept, zeg maar. Ja. Dat het erg onderkomen is. Ja. Okay. Dus, dankjewel voor het appel. Een aanmoediging. Heel goed, dankjewel. Massimo Amadi, ben je klaar voor? gezondheid. In het voorgesprek, in de voorbereiding, zei Rieke al tegen mij... Ja, ik ben natuurlijk op een zekere leeftijd dat nu ook mijn netwerk nadenkt over... hoe organiseer ik mijn gezondheid? Wat biedt die stad of die regio daarin? Hebben we wel door dat er een enorme vraag op ons afkomt. Economisch Planbureau becijfert dat binnen 20 jaar 1 op de 2 arbeidsplaatsen in de gezondheidszorg is. We hebben wijken, ik kom uit Rotterdam, sinds 5 jaar woon ik in het Gooi, totaal andere omgeving, Rotterdam-Zuid-Gooi. Waarin wijken mensen 10 jaar korter leven in minder goede gezondheid. Dus het speelt enorm, dat gezondheidsvraagstuk. Dus dat wilden we graag agenderen, ook in het kader van de brede welvaart. Een thema wat ook steeds verder ter tafel komt. Dus om daar een beetje meer grip op te krijgen, hebben we gevraagd of jij daar een inleiding voor zou kunnen verzorgen. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Wat een mooie discussie was het. Het is heleboel factoren, belangrijke factoren zijn langsgekomen van onze identiteit. Groot, schaal en dan klein naar menselijke maat toe. Wat ik graag wil vandaag nog eens erop hameren, is onze gezondheid heeft alles ook te maken met onze menselijke maat. En dan dus terugkomen nog een keertje naar ik en hoe, naar individu. En hoe wij belangrijk zijn voor stadsvorming en ook identiteitsvorming. Het gaat over alle die mooie woorden, gaat over het nieuwe wonen. De tijdsperk waarin we zijn, en tijdsperk dat, zoals burgemeester Mooijen het verwoord had, onze identiteit, een nieuwe identiteit vorm krijgt. En die tijdsperk is zeer complex. Er zijn vele factoren daarvan die uiteenlopen, aan de orde gekomen. Dus om een beeld te hebben, voor mezelf heb ik hem samengevat. Welke tijdsperk woon ik erin? Ik zie dat wij, de Nederlanders, steeds groener, grijzer, slimmer, maar dan ook ongelijker worden. En dit is wat speelt. En die 4 factoren bepalen ook hoe onze stedelijke omgeving, maar dan ook onze lokale omgeving, mijn huis, een kleinste onderdeel van een grote stad, van een groot land en dan ook van de hele wereld. En dat is voor mij het centrum van de wereld. En dat plekje, hoe zal het eruit zien?
Het is allemaal dingen die wij heel veel belang aan hechten. Wij allemaal steeds meer debatten voeren over hoe moeten wij groener leven. Maar ook wat betekent dat voor onze gezondheid. In de tijdsperk dat het heel snel verandert. Het was aan de orde gekomen. In de tijdsperk waarin wij wonen, landelijk, gebaseerd op getallen van CBS. We hebben ongeveer 8,7 miljoen huishouden in dit land. En ongeveer 40% daarvan zijn 65-plussers. De tijdsperk waarin gezondheid ook een nieuwe identiteit krijgt. En betekent ook voor ons allen of gezondheid een haalbaar concept is. Of het is een exclusief concept zoals Amerikaanse taferelen die wij kennen. Gezondheid en gezond leven betekent zo'n beetje vermogend zijn. Hoe zit het in elkaar? Dus gezondheid heeft ook alles te maken met onze sociale weefsel. En in mijn bescheiden optiek, architectuur en het bouwen is niets anders dan vertaling van sociale structuur naar ruimtelijke concepten. Dus het was heel bijzonder inspirerend om te zien dat diverse factoren van ruimtelijk concept terecht aan het woord kwamen. En dat leidt complexiteit van ons werkzin. Maar ik denk dat Heidegger beter dan wie dan ook heeft complexiteit van ons werk verwoord. Hij zegt, het wonen is de manier waarop we zijn. Het wonen is het bestaan van een mens op aarde. Het bouwen is het laten wonen. Dus als wij gaan een nieuwe wijk maken, dat is niet ruimtelijke ordening eraan brengen. Het betekent met mijn zijn, die ik 65 plusser ben, die ik in het begin van dementie ben en die ik alleen, waar ik alleen woon. U neemt besluit over mijn zijn. En ik denk dat is de beste vertaling die ik ooit gehoord heb over onze taak van de sport en onze verantwoordelijkheden wanneer wij een tekening maken. Het gaat niet over mooie dingen. Het gaat niet om een groene lijn. Het gaat over mijn zijn. En dat als wij vertalen naar hoeveel inwoners in Eindhoven en hoeveel kwetsbare inwoners in Eindhoven, zullen we helemaal anders kijken naar de lijnen die wij tekenen. En dan gaan we met Heidegger denken. Het zijn van mensen is een enorme belangrijke verantwoordelijkheid. Dus ik ben ontzettend vereerd dat ik gevraagd heb om over onze zijn met elkaar het hebben vanavond. Dus die zijn van ons, zoals ik het zei, is aan het veranderen. We zitten niet voor niks in geboorteplaats van Flips, ASML en ook heel grote namen die te maken hebben met technologische ontwikkelingen. Wij kunnen het zijn van de toekomst daar in de technologie laten terugkomen. Waarom kunnen we niet die statische woonomgeving die wij aan het maken zijn, dynamisch maken? Waarom kunnen we niet de balkon van oma omtoveren dat een nieuwe slaapkamer waarin kleine zoon komt de 's avonds wonen? En dan ineens hebben wij niet meer tekort aan woningen. Dan hebben we in een woning met een slaapkamer heel genoeg is om je kinderen ook te kunnen ontvangen. En dan, waarom kunnen we niet woonomgevingen maken die voor ons kunnen zorgen? In de tijdsperk dat wij weten, het concept van gezondheid staat te wankelen. En dus er is niemand die voor mij kan, als ik 65 of 75 word, niemand voor mij kan zorgen. En dan, hoe moeten we dat doen? Moet ik met mijn lot overgelaten worden? Of gaat wel mijn woonomgeving erbij komen kijken? Ik ben absoluut voorstander van dat wij hier gaan werken. En een ontzettende believer dat gebouwde omgeving dat capaciteit heeft om zoals Heidegger het verwoord heeft. Het zijn van mensen ook die vergrijzende samenleving te gaan helpen bevorderen. Ik geloof erin dat wij in staat zijn om straten te maken die ons gezonder, veiliger en gelukkiger maken. We kunnen wijken maken die voor ons aan ons gelijke kansen bieden en tegelijkertijd voor ons zorgen. Zorgen dat als ik begin dementie heb, vrij uit in de wijk kunnen lopen. Ik weet wel dat het een beetje futuristisch kan lijken, maar het is vanavond door vele mooie dingen die gezegd. Ik denk dat het denken over de toekomst is een beetje vooruitdenken.
en nog een keertje terugkomen naar vandaag. Dus in mooi Nederlands, bear with me. En zeg maar, er zijn wel heel veel mensen ook die in dit land dachten, ja, dit is niet alleen maar een praatje. We kunnen dat vormgeven met elkaar. Dus er waren een aantal innovatieve organisaties, waaronder ook Eindhovense organisaties, die dachten, we zitten schouders eronder, want voor alles moet je beginnen met visie, vooruitdenken, want 2040 en 30 staat niet ver van ons. Wanneer bij Trudeau ga je geen huisje neerzetten, dat gaat het gewoon boven 2050. Dus we moeten nu alvast denken hoe het eruit ziet. En dat hebben wij met elkaar deze projecten, die puntjes zijn dat hoe op Nederlands kaart zit. In diverse plekjes in het land zijn we begonnen met deze organisaties na te denken hoe moeten wij sociale structuur van de toekomst met elkaar vormgeven. Gezien alle die vier veranderingen die ik zei. En ook hoe zelfredzaamheid in de toekomst vorm eraan te geven. Samenredzaamheid, de zelfredzaamheid. Projecten dat u bovenop ziet, dan zijn gefocust op samenredzaamheid en sociale structuur. En onderaan, sorry, ik kan het niet aanwijzen, mijn pointer werkt niet. Maar onderaan zijn projecten die vooral te maken hebben met zelfredzaamheid. Zoals u het ziet, het is heel verspreid. In het gehele land. En gelukkig ook hebben we hier in Eindhoven ook een aantal projecten. Om hun rechten te geven. En dan ook vind ik dat het een avontuur is om te durven naar de toekomst te kijken. Het is het gevoel van parachute springen. Geeft kick, maar dat heeft ook een spanning altijd. En dus dat vind ik ook, dat moet ze eer gegeven worden. Wat voor soort organisaties durven in dit geval toekomst van gezondheid vanuit de ruimtelijke kant gezien met elkaar vorm te geven. Tot nu toe zijn diverse woningcorporaties, zorginstellingen, maar ook vooral, dames en heren, veel burgers. Iemand die een eigen boerderij heeft en denkt over zijn ouderdom. Dat zijn mensen die ook langskomen en willen graag nieuw woonconcept hebben. Dat paar daarin hun zelfredzaamheid door middel van samenredzaamheid tot de stand komt. En ook op natuurlijke wijze mag ik heel graag en met veel plezier met vele collega's vanuit kennisinstellingen, maar dan ook veel innovatieve bedrijven die ons helpen daarbij samen te werken. En het idee van ons is steeds en steeds onszelf te gaan kalibreren. Want voordat je weet, die concepten, conceptuele ideeën, mooie woorden, heel makkelijk kunnen te abstract worden. Dus om dat vorm te geven, steeds komen we terug naar tastbare voorbeelden. En wat u ziet is een tastbaar voorbeeld voor mij, dat ik zelf veel van geleerd heb, toen ik het eerste zag gezien heb. Het is fout of goed. Wanneer je naar dit plaatje kijkt, komen diverse gevoelens. De dame is oud en komt de trappen af. Het gevoel van dan, er is maar één kant rail aan ondersteuning en die kant zou vallen. Zou dit goede omgeving zijn? De zorgverleners onder ons, gelijk gezegd, zullen gaan ook nadenken wat voor soort nadelen van gebroken heup zou kunnen zijn als zij gaat vallen. Maar dan, ik zelf altijd zeg, nou ja, kijk maar ernaar en noem maar twee goede dingen. Een van de belangrijkste goede dingen die daarin is dat de dame durft. De dame kan en de woonomgeving, dames en heren, stimuleert. Die woonomgeving, natuurlijk, je moet plan B hebben. Je moet ergens in ruimte zijn dat als zij het niet kan. Maar nu de woonomgeving stimuleert haar om te doen wat ze nog kan. En die stimulans in onze stedenbouwkundige concepten, maar in ook onze architectuur, echt mag verder vaker naar voren komen. Wij geven prijs aan kaal geschoren wijken. Helemaal. Geen drempel, geen uitdaging. We nemen uitdagingen weg en dan zeggen wij dat wij een veilige omgeving hebben gemaakt. En dat is wat we doen. En dan steeds doen we dat. Hier dan weer, nog een keer en nog een keertje. In onze architectuur laten we het naar voren komen. De uitdagingen vertalen we naar gemak. Dagelijkse gemak bij mensen. En dan ook komen wij maatschappelijke problemen tegen. Dan hebben we mensen die last hebben van obesitas. En dan heel snel denken, wat moeten we doen? Chemische oplossingen
of technologische oplossingen. Dus gaan we pillen geven of we gaan slimme keukens bedenken die als mensen daar binnenlopen hun lifestyle aangepast wordt. Begrijp je wel dat wij in onze samenleving zo aan het leven eten zijn. En dan kom ik nog een keertje bij Heidegger, dat wij hadden het kunnen oplossen. Als we over het zijn van mensen hadden nagedacht. Als we nagedacht hadden dat de dame kan het nog. En waar zijn die grensgevallen van wat wij sociaal, maar dan ook fysiek nog het kunnen. Waar, wanneer ik kan genieten van mijn buurman die van een andere afkomst is. En waar en wanneer gaan we in elkaars haren verliggen. En dat stukje, dat grens leren kennen en daar bouwen, dan is het pas bouwen voor een samenleving die sociale structuur kan bevorderen. Nou, wij hebben gekeken naar wat voor soort typologie gebouwen in Nederland hebben we. Hoe gaat het eigenlijk wanneer over bouwen met gezondheid gaat? Want onze gezondheid heel vaak wordt bepaald door ruimte. Ook de type zorg die wij geven. Dat wordt heel vaak door ruimte bepaald. En dan als je kijkt, grosso modo, je ziet die drie typologieën die wij hebben. Maar alle drie typologieën, interessant verhaal daarin is, dat we langzamerhand van individuele gebouw groeien naar gezamenlijk, naar wijk, naar wijkgerichte aanpak. Dat het een gebouw in op zich is interessant, maar het is niet zozeer het belangrijkste stok van een wijk. En dan zien we dat in overal terechtkomt, in alle categorieën terechtkomt. Een van de woonvormen die bijvoorbeeld heel veel kan doen met samen zijn en samenhang, dat weet u allemaal als Nederlander. Hofjeswoningen, dat wij zien ook tegenwoordig heel langskomen. En dan de vraag is dat wij die typologie met de wijkgerichte aanpak ook goed gepaard gaat. Want die typologie in zichzelf creëert segregatie. Integratie naar binnen, segregatie naar buiten. Hoe zal het zijn als wij hele onze woningen, hele wijken gaan bouwen vol hofjes? Wat gebeurt met wijkgerichte aanpak? Je ziet dat wij heel vaak niet doordenken. Wij hebben in een PhD-student van een van mijn PhD-studenten gekeken naar alle bestaande hofjeswoningen, maar dan ook gemeenschappelijke woonvormen in ons land. Het blijkt dat de buren best bereid zijn om jou te helpen, maar tot een bepaalde grens. En dan in die soort woningen, heel vaak wanneer je beginnende mensen krijgt, toch moet je weggaan. En dus dat vraagstuk van sociale structuur, tot hoeverre dat kan mijn gezondheid bevorderen. Juist wanneer de uur van waarheid komt, moet ik toch wel gaan verhuizen. En dus dat zijn de dingen die wij goed moeten nog een keertje herstructureren. Daarnaar kijken, er is geen paracetamol typologie. Er is niet een oplossing die wij overal kunnen bieden. Het is niet zo dat de kleine schalige woonvormen overal kunnen oplossingen bieden. En dat zie ik ook dat wij heel vaak geneigd zijn om ernaar te gaan kijken. En ook verder teruggaan naar wat technologie voor ons kan betekenen. En hoe dagelijkse structuur van ons leven kan beïnvloeden. Dat denk ik ook heel veel ruimte voor is om met elkaar uit te zoeken. Vooral in zo'n technologische stad zoals Eindhoven. Ik denk dat wij best kunnen mensen met dementie helpen om zelfstandig te blijven wonen als ze begindementerend zijn. Artificial intelligence inzetten. En dat zijn wij begonnen in onze studies. En ik heb een korte filmpje over één van de oplossingen die wij bedacht hebben. Gebruik maken van technologische oplossingen. Ik zie geen geluid. Tom Laster werken we aan innovaties. Technologische aanpassingen die mensen ondersteunen. Die meedenken, meevoelen. In Arnhem staat ons inspiratiehuis. In deze empathische omgeving onderzoeken we hoe technologie voor ondersteuning kan zorgen. Hoe een huis taken van een mantelzorger kan overnemen. Zo bouwen wij stapje voor stapje aan de empathische woning. Goedemorgen Els. Waar ondersteuning ervoor zorgt dat mensen met dementie hun dag- en nachtritme kunnen behouden. Opstaan als dat moet. Zo worden ze ongedwongen ondersteund en houden ze het ritme van de dag. Goedemiddag Els, vergeet je niet te eten. Deze vorm van begeleiding zorgt ervoor dat mensen beter voor zichzelf zorgen.
Hierdoor blijven ouderen met dementie langer zelfstandig wonen, met minder zorg en minder zorgen. Staan ze op tijd op, eten ze regelmatig en genoeg en gaan ze slapen wanneer de avond erom vraagt. Ervaring opdoen staat centraal in deze woning van de toekomst, waarmee we mensen straks ongedwongen kunnen ondersteunen. Want de techniek van morgen staat ten dienste van vandaag. Het punt is dat dit moet je vertalen, niet alleen maar dat zozeer propaganda maken voor de technologische innovaties, maar dat gaat vooral om te kijken naar hoe kunnen wij de gap van zorgverleners vervullen. En dan wat kan de techniek daarin betekenen? En dit hebben wij in diverse wijken, waaronder hier in Waalre, zijn wij aan het uitvoeren om die mensen te ondersteunen. Maar dat is één van voorbeelden waarmee je kan het dagelijks leven van mensen ondersteunen. Dank je wel. Ja, dank je wel voor je inspirerende verhaal. Een grote maatschappelijke opgave die er al is en ook op ons af zal komen. En dan toch ook in het slimme DNA van Eindhoven plaatsen. Dus dat is heel mooi. Aan de linkerzijde hebben we een aantal mensen uitgenodigd die brede welvaart, zorg, participatie, community in hun dagelijkse portefeuille hebben. Ik ga even naar Epi Fokma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Archipel Zorggroep. Hebben wij wel door welke opgave, wat ik zeg, want het is een opdracht die op ons afkomt als het gaat over gezondheid, ouderdom, vergrijzing enzovoort. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ja. Of we doorhebben, dat kan ieder voor zichzelf nagaan. Maar voor mij is mijn werkelijkheid, hè, als ik ben verpleeghuisbestuurder, dat in de zorg we nu 1 op de 6 mensen werkt in de zorg. En als we doorgaan, gaan we naar 1 op de 4. Het was 1 op 7. En als je dus, ik ben vandaag ook bezig geweest met arbeidsmarktvraagstukken Zuidoost-Brabant. In wonen, in zorg en welzijn werken 60.000 mensen. Hier in Zuidoost-Brabant. En vergelijk ik dat dan met het bericht van ASML gisteren. Nou, daar hadden we het over 45.000 mensen. Dus 60.000, zoveel mensen. Nou gaat die regio groeien. Het wordt ouder, dus betekent in feite dat we niet voldoende mensen hebben om aan die zorg te voldoen. Dus we kunnen wel stenen en voorzieningen in met stenen neerzetten, maar de mensen om de zorg uit te voeren, die zijn er niet. Die zijn er nu al te weinig en ook in de toekomst. En dat betekent dus eigenlijk dat je, ja, wij met doelstellingen werken als zijnde van in 2030... willen wij 2 keer zoveel mensen kunnen helpen met hetzelfde aantal medewerkers. Ja. En dat is een enorme opgave die je voor een deel met technologie kunt pakken, maar waar ook juist weer de oplossing zal moeten zitten in de wijk en in de buurt. Dus denken we aan ontwerpen en toekomst van nieuwbouw of wat dan ook, dan denk ik dat de opgave juist is om leefbare wijken te bouwen. Dus niet woningen bouwen, maar wijken bouwen, zoals Marzi dat ook aangeeft. En wellicht ook te denken van, kunnen wij wijken bouwen die zelfredzaam zijn? Waar veel minder professionele zorg wordt geleverd dan nu op dit moment. Dus dat is een grote opgave, ja. Die met name in de preventie, in het welzijn, in gemeenschappen, vorming zit, die ligt er. Dat vraagt natuurlijk die maatschappelijke opdracht die we hebben en de oproep die je doet om daar ook in leefbare wijken en leefomgevingen. Hebben we die kennis? Hebben we de infrastructuur om tot nieuwe oplossingen te komen? Meneer Dijsselbloem zei in zijn inleiding al, we moeten misschien, ja, die zorg moeten we niet exploreren, extrapoleren, maar we moeten totaal nieuwe concepten onderleggen. Massie zei gezondheid wordt een exclusief concept. Dat is toch wel een onhaalstijding, zou je kunnen zeggen. Dat is het misschien al, hè? Een exclusief concept. Hebben wij de ideeën? Hebben we de ideeënkracht om ons in ieder geval te kunnen voorstellen wat er nodig is? Ik denk dat het beste over samenleven en het samen in wijken goed leven voldoen wel best wel kennis en ideeën zijn. Hè? Sint Trudo die geeft ze ook aan. Maar we zullen ze wel in het ontwerpproces moeten aanboren.
dat is eigenlijk meer de kunst. En in de welzijnskant zijn ontzettend veel mensen die heel goed weten, maar ook in de volkshuisvesting, wat in wijken gaande is en wat nodig is om tot een goede samenlevingsopbouw te maken. Maar dan zul je ook in het ontwerpproces dat erbij moeten betrekken. Want bijvoorbeeld, wat je ziet in het bouwen is dat we de laatste, denken, 20, 30 jaar of veel individueel gebouwd hebben. Zo snel mogelijk vanuit je vervoermiddel naar je huis toe. Als ik dan spreek met verstandelijk gehandicapten en denk je na over de toekomst, minder zorgmensen, ouders vallen weg, dan zegt die gehandicapte tegen mij, ja, hoe moet ik dit nou redden? En dan, ken jij je buren? Nee, die ken ik niet. Want de voordeur is niet gemeenschappelijk. Dus bouw en denk in termen waarbij je dus ook gemeenschap kunt maken. Dus ja, je vroeg de kennis. Er is best veel kennis, er is best veel ervaring. We leven ook samen met elkaar. Maar betrek het ook in het ontwerpproces. Mooi. Ik mag even een brugje naar, dan kom ik zo bij jullie door. Maar ik zag ook dat, ook al eerlijk gezien, Otto Trienekens van de Veldacademie uit Rotterdam aanwezig is. Directeur oprichter van de Veldacademie. Misschien moet ik me even kort vertellen wat die Veldacademie is. Want die probeert toch die brug, net zoals Massie, wijkvernieuwing, zorg, architectuur, stedenbouw te leggen in Rotterdam. Samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de TU Delft. Kun je daar iets over zeggen? Ook iets over hoe ja, precies. De Veldacademie probeert eigenlijk precies op het raakvlak, sociaal-ruimtelijk, naar oplossingen te werken. En ik ben heel blij met de inleidingen van vanochtend, of vanavond, want die stellen precies op scherp waar het om gaat. Nou ja, in de laatste inleiding is natuurlijk duidelijk, de relatie wonen-context wordt steeds belangrijker. En het leuke daarin is wel dat er ook steeds meer steden mee bezig zijn om daar hun voorzieningenaanbod op te herorganiseren. Ik noem even Amsterdam natuurlijk als voorbeeld, waarin we nu bezig zijn om te kijken hoe kan je eigenlijk in de vorm van ja, woonzorgcirkels kijken hoe je ambient assisted living, zoals dat met een mooi woord kan organiseren. Waarbij eigenlijk die buurt, die wijk veel belangrijker wordt om juist dat langer thuis te faciliteren. En te zorgen dat de informele zorg en ondersteuning ook beter georganiseerd kan worden. Wat leuk is vanavond, het gaat over de regio. In dat kader een voorbeeldje wat redelijk in de buurt komt. De stad Brussel bestaat uit 19 gemeentes met 19 burgemeesters. Regio, komt een beetje in de buurt. Die stad die heeft nu bedacht, we gaan de komende 15 jaar onze hele stad, het stedelijk gewest, herorganiseren met zogenaamde lokale identiteitskernen. Dus we gaan die hele stad rondom nieuwe voorzieningen kernen met zorg, ondersteuning, onderwijs, sport reorganiseren. En dat noemen we de cité à proximité. En dat betekent dat je binnen 5 minuten lopen of 10 minuten fietsen, moet je al je voorzieningen onder bereik hebben. En daarmee hebben we die informele zorg en ondersteuning opgelost. Daarmee hebben we het mobiliteitsvraagstuk opgelost. Ik chargeer even, oplossen is een heel groot woord. Daarmee komen we tegemoet aan onze milieueisen. Daarmee kunnen we een betere stad voor iedereen maken. 19 burgemeesters. Al die burgemeesters willen iets anders. Maar de collectieve notie is, ja, als we het over mobiliteit hebben of milieu, dan is dat gemeenteoverstijgend, dan moeten we wel samenwerken. En wat natuurlijk heel goed genoemd wordt vanavond ook, die identiteit is dan heel belangrijk. Dus het hele kleine schaalniveau van die wijk, dat moet je benoemen. Dan moet je beginnen om te begrijpen, wat speelt er dan in die gemeentes? En we noemen het dan ook lokaal, we noemen het geen servicekernen, het zijn lokale identiteitskernen. En vanuit die identiteit ga je naar die hele regio toe en naar het gewest. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ik vind het wel hoopvolle perspectieven. En ja, als zoiets in Brussel lukt, dan moet het hier ook lukken, zou ik zeggen. Met 19 burgemeesters, ja. Dankjewel, Otto. Janneke van Kessel, stadsgezant Brede Welvaart Eindhoven.
Ik moest even... ja, die term die moet je toch even uitleggen. Dat is... Ja, dat dacht ik al. Nee, hele legitieme vraag. Wat is een stadsgezant? Die hebben we alleen in Eindhoven. Zoals we in Eindhoven altijd ook voor vernieuwing staan, doen we dat ook op bestuurlijk vlak. Dus bij het college van BMW zijn er ook twee stadsgezanten benoemd. Ik ben bestuurlijk verantwoordelijk voor Brainport voor elkaar en inwoners, overheids- en inwonersparticipatie. Ja, dus we hebben het ingericht als een soort staatssecretarisfunctie van de wethouder. Zo kan je het zien. Mooi. Ja. En dan brede welvaart is dan je portefeuille? Ja, ja, brede welvaart heb ik iets ingekaderd. Omdat ik gebruik die term zelden, omdat het eigenlijk alles is. En ja. Daarmee dus ook niks. Ja. Ja. dus dat is specifiek Brainport voor elkaar. En dat is onze eigenlijk een nieuwe samenwerkingsverband. Het wordt een vereniging. Waarin we krachten bundelen en ons inzetten om een sociale Brainport-agenda op te richten. Dus de sociale tak. Ja. Ja. Nou is natuurlijk het lokale bestuur ook op uitvoering gericht. Die uitvoeringsagenda is natuurlijk ook benoemd. Hè. Het gaat over de uitvoering, dus niet alleen maar beleid maken. Sterker nog, van beleid naar uitvoering. Ik neem aan ook dat stadsgezantschap ook over die uitvoering gaat. Zeker. Wat zijn nou de dingen waar je dagelijkse praktijk mee wordt geconfronteerd als het gaat over... De grote vraagstukken die we hier agenderen? Nou ja, de grote vraagstukken, want hier gaat het ook vooral over gezondheid. Hè? Ja. Waar we kijken met regionale schaal op de sociaal-maatschappelijk vraagstuk, zijn sociale innovaties. Dus het was heel mooi dat we dat net ook, maar dit is dan echt gericht op het fysieke stuk. Bestaanszekerheid, basisvaardigheden en sociale cohesie. Dus ook wat doet de toename van mensen met een migratieachtergrond in de wijken. En ook bestaanszekerheid wilde ik even noemen, dat als mensen zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid, dat heeft ook invloed op je eigen gezondheid. Dus nou, dat soort zaken. Ja, ja. Als het gaat over bestaanszekerheid, gaat het natuurlijk ook over iets als iets hards als betaalbare woning ook. Hè, dus baanzekerheid, zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Wat verwacht jij van die regio daarin? En bij welke onderwerpen, want ook dat is weer een breed onderwerp natuurlijk, die bestaanszekerheid. Waar probeer je dan de regio, die regionale partners ook voor te interesseren? Gaat het dan over het goed spreiden of het goed verdelen van de betaalbare huurwoningen? Of zit het in het delen van de zorgvoorzieningen? Dus waar zie jij de samenwerking met de regio voor dit vraagstuk? Nou, wij kijken, en dan richt ik me toch even op Brainport voor elkaar, naar de rol van werkgevers hierin. Dus ook een rol als sociaal werkgeverschap. Daarmee kan je enorm veel inwoners bereiken. En ook daarmee bereik je ook de gezinnen en de hele wijken daaromheen. Dus dat proberen we het op die manier aan te vliegen. De sociaal-maatschappelijke opgaven waar we met z'n allen voor staan, die kunnen we alleen op een regionale schaal met elkaar aanpakken. Want alles... wat we in Eindhoven doen, heeft ook een uitstraling op de randgemeentes. Ja. Ja, dus een duidelijk ook een regionaal metropoolagenda. Ja. Ja, dankjewel. Marien Spiemans, er staat een Maleisje wethouder, maar dan ben je tot dinsdagavond, geloof ik. Hè? En daarna ga je bij een corporatie werken. Woensdag zit je bij die corporatie al? Ik ben geen wethouder meer, tot en met 2 dagen geleden. En volgende week donderdag word ik directeur-bestuurder hier ook in de regio overigens. Dus, ja. Ja. Maar toch even vanuit die rol, of net van die gemeente Deurne, hè, toch even ook Deurne. We hebben Eindhoven met 250.000, inmiddels iets minder dan 200.000. 250.000 inwoners, hoeveel? Bijna. Dan hebben we Helmond, even uit mijn hoofd, dat zit er rond de 70.000, 80.000. 95 inmiddels. En dan hebben we natuurlijk die 19 kernen eromheen. Die variëren van 11.000, 19.000, 25.000. Deurne is? 33.000 inwoners ongeveer. Dat is nog een grote. Kun jij vanuit die brede welvaart en vanuit die gezondheidszorg ook toch schetsen hoe zo'n kleinere kern dan in dat metropoolverband naar deze opgave kijkt, deze opdracht? En ook de samenwerking met de regio's. Ja, ik vond het verhaal net wat meneer vertelde, ik kan ze na niet herinneren, over Brussel wel mooi. Want feitelijk hebben we al die kernen hebben voor een deel al. Waar binnen 5 tot 10 minuten, en dat is een Deurne als voorbeeld. En ook alle kerkdorpen in onze gemeente hebben die nabijheid van voorzieningen hebben over het algemeen wel. Dus misschien liggen we al wel een stapje voor Brussel van de opgave. Maar die opgave is niet minder groot dan die hier net wordt geschetst over wat er naar ons toe gaat komen de komende jaren. Om het voor elkaar te krijgen.
En het geluk is dat wij in deze regio, en ik als Deurne sowieso als voorbeeld, we hebben een citystation in onze gemeente, dus we liggen op 17 minuten van hier. Ik loop naar het station toe, ik kom hier met de trein naartoe, dus ik voel me onderdeel ook echt van dit gebied en ook van deze stad. Maar ik woon wel in een omgeving waar alles in de bijt zit, in de achtertuin van mijn moeder, om voor haar te zorgen. Dus dat maakt die twee werelden, die kun je dus samenbrengen. Maar dat wordt wel steeds moeilijker, hè? Want ik woon dicht bij mijn moeder, maar veel mensen doen dat niet. En hoe ga je dat over de komende jaren doen? Dus we weten met elkaar best goed de opgaves te benoemen. En volgens mij, en dat is wel, volgens mij ook wel de oproep van mevrouw Bakker, was van hey, hoe gaan we tot de oplossing komen voor de komende periode? En daar zijn wij met elkaar bestuurlijk heel druk mee bezig. Maar bestuurlijk, dat kan ik nu misschien zeggen omdat ik net twee dagen wethouder ben. Nee, ik heb gezegd, dat moet ik dan zeggen, ik moet het zelf gewoon bewijzen op het moment dat ik het doe. Dus ik wil niet te veel terug uitkijken. Maar we hebben bestuurlijk best veel faalkosten, met faalkosten te maken. Hè. We overleggen heel veel, we zijn heel veel bezig met praten. En we moeten naar die uitvoeringskracht, die moet wel vergroot gaan worden. Maar uiteindelijk is het ook wel goed dat je met die 21 burgemeesters, 21 colleges wel die discussie daar aangaat. En volgens mij, en dan kom ik bij mijn pleidooi voor vanavond, is dat je iedere keer die verbinding moet blijven zoeken. Ook met die mensen die voor een deel zijn afgehaakt. Hè. Je moet ze wel weten waar hun zorgen zitten en hoe je die mee kunt nemen. En hoe je die, en daarvoor zijn wij verantwoordelijk om ze mee te gaan nemen, om dat voor elkaar te gaan krijgen. Dat is de grote opgave die we met elkaar hebben. Want de groei van ASML, hè, zit hier links van me, dat is een groot, ik zie dat echt als een hele grote kans voor onze regio. Maar dat is voor sommige mensen ook echt wel een bedreiging. Dan moet je wel naar luisteren wat die zorgen dan zijn van die mensen. Ja. Maar dan ga ik even weg bij de zorgvraag die net... Okay. Ik kom toch even bij de burgemeester. Ik weet niet of het dan op het PvdA-houderschap komt. Maar goed, ik ben er één, dus dat helpt. De verzorgingsstaat. Verzorgen, verzekeren, verbinden, verheffen. Dat verzekeren en dat verzorgen vind ik heel interessant. Wat voor opgave ziet u daar voor die regio? Om, zeker bestaansrecht, maar ook verzorging bij het ouder worden en minder gezond zijn. Is dat goed genoeg ingebed in die samenwerking? Nee, eigenlijk is die sociale kant, verzorgen, verzekeren, et cetera, is eigenlijk in de Brainport. De Brainport samenwerking is heel erg ontstaan vanuit economische samenwerking, innovatief, nieuwe technologieën, bedrijven, technologie en overheid samenwerken. En de MRE, de 21 gemeenten, waren traditioneel meer op de ruimtelijke kant, denk ik. Ruimtelijke inrichting, infrastructuur, woningbouw. Maar juist die sociale dimensie zit er eigenlijk nog niet zo goed in. Dus we zijn nu, en op zich doen we dat al goed, dat we voordat we die 100.000 woningen hebben gebouwd, zijn we nu al aan het nadenken, wat betekent dat eigenlijk voor voorzieningen? Wat betekent dat voor het versterken van sociaal weefsel? Maar het zit institutioneel, zit het er niet heel sterk in. Tegelijkertijd, het goede is weer dat je zou kunnen zeggen dat een deel van onze verzorgingsstaat is in Eindhoven bedacht. Door Philips, die gewoon een sociale verzorgingsstaat ging bouwen. En zouden wij nou met nieuwe concepten van gemeenschapsvorming, nieuwe concepten van collectiviteit, nieuwe concepten zoals in Brainport voor elkaar, waar bedrijven de verantwoordelijkheid nemen om mee te gaan helpen om schuldenproblematiek in de stad aan te pakken. Zouden we nou dit soort nieuwe concepten kunnen ontwikkelen in Eindhoven? In plaats van of bovenop de traditionele verzorgingsstaat die we in Nederland gelukkig nog steeds hebben, met uitkeringen en een collectief verzekerd stelsel in de zorg, et cetera. Dus ik denk dat dat heel interessant is. Wij moeten namelijk nieuwe gemeenschappen vormen. Een manier om een gemeenschap te organiseren is door solidariteit vorm te geven. Dat kan op allerlei manieren. Brainport voor elkaar is voor mij daar een nieuwe vorm van. En dus daar moeten we ook innovatief in zijn. Want anders wordt dat sociaal weefsel niet versterkt. Ja. Helder, dankjewel. Ik kom zo bij de meneer Lucas van ASML. Ik kijk even naar mijn collega Erik Leijten, directeur van BPD, deze regio Zuid. Wat kan een projectontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar als de onze, de jouwe, betekenen in het vraagstuk van gezondheidszorg en het bouwen aan samenlevingen? Ja, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Ja. Dat, ik heb geen oplossing. Dus het thema speelt. Het ligt ook bij ons, staat het wel echt geagendeerd. Wat kunnen wij daarin doen? We proberen gebieden te ontwikkelen. Dus dan ga je al ook wel voorbij het huis en het wonen in een huis. En wat betekent het om je buren tegen te komen? Hoe parkeer je dan de auto en ga je naar huis? Het,
Het zijn hele goede voorbeelden, maar het zit echt nog in de kinderschoenen. Dus gezondheid en een gezonde leefomgeving maken, de echte ingrediënten, die hebben wij ook nog niet te pakken. Je hebt gelijk, hè? Het is wel natuurlijk onderdeel van de opgave die we hebben. Ja. Okay. Lucas van Ginsven, community manager bij ASML. Nou ja, ik mocht je vraag stellen, hoe zat het nou gisteren met dat nieuwsbericht? Hoe werkt dat nou? Wat is precies de vraag? ASML, betrokkenheid bij de regio. Wat hebben jullie nodig? Was het een onheilstijding of was het een oproep? Waar riep het toe op? Nou, voor degenen die het nieuws hebben gemist, kan ik me bijna niet voorstellen. Nee. Maar daarin zei de CEO dat we hier dolgraag willen groeien in de regio. Maar als het niet kan, dat we dat elders zullen moeten doen. En voor jullie context, het bedrijf is hier de afgelopen tijd tot een enorme onderneming gegroeid. Ik wil nog wel inhaken op wat de burgemeester net zegt. Dat de kleinere gemeenten misschien vinden dat hen dit overkomt. Het is ook wel dankzij de kleinere gemeenten in de hele regio dat het succes is geworden. Want de ondernemers die toeleveren aan ASML, die zitten werkelijk overal in de regio. Dus ik hoop ook dat iedereen het voelt als een gezamenlijk succes. De vraag is natuurlijk, we verwachten dat het bedrijf gaat verdubbelen, misschien verdriedubbelen. Dat zal hoe dan ook gebeuren. Dat is de dynamiek van de high-tech-industrie. En de vraag die we ons nu stellen is, willen we het eigenlijk het liefst hier doen? De reden dat we natuurlijk deze discussie voeren is voor een deel ook wel te danken, te wijten aan dat succes. Ja. En dat vindt plaats met een ondertoon in Nederland van een zeker wantrouwen naar bedrijven en bedrijfsmodellen die waarde onttrekken aan de samenleving. Er wordt uiterst kritisch naar gekeken en dan heb je hier een bedrijf dat dan doodleuk komt zeggen, trouwens, mogen wij hier twee keer zo groot worden? In een omgeving waarin groei vrij verdacht is als je daarmee aankomt. Dus aan ons is nu de opgave om eigenlijk te voorkomen dat wij geen waarde onttrekken aan de samenleving. Nou, wat is dan waarde onttrekken aan de samenleving? Ik kan er wel een heel concreet voorbeeld van geven in het kader van brede welvaart. De prevalentie van internationale kinderen in het onderwijs is 2 tot 3 keer zo hoog in deze regio als het gemiddelde in Nederland. De prevalentie van kinderen in het autistisch spectrum, of eigenlijk in het neurodiverse spectrum, is 2 tot 3 keer zo hoog als het gemiddelde in Nederland. Dat is een gevolg van die aanwezigheid van dat bedrijfsleven, die keten. Niet alleen ons bedrijf, maar ook andere bedrijven. Wij vinden dat dat een verantwoordelijkheid is, die hogere prevalentie, daar voelen wij verantwoordelijkheid voor. Dus we hebben... En dan moet ik jullie bij vertellen dat scholen worden gefinancierd door de overheid op basis van gemiddelde cijfers. Een internationaal kind heeft veel meer aandacht nodig dan een kind dat met 2 autochtone ouders thuis heeft. De scholen willen dit dolgraag oppakken, maar hebben onvoldoende geld. Dus we hebben een aantal miljoenen uitgetrokken om samen met de scholen in deze regio alle basisscholen en alle middelbare scholen, moet ik zeggen, en een kwart van de basisscholen die kampen met de grootste problemen, om dit gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor is onze hulp noodzakelijk. En dat is een heel klein voorbeeld van zoals we nu bezig zijn. En we hebben daar voor de komende jaren honderden miljoenen voor uitgetrokken om ervoor te zorgen dat die effecten van waardeonttrekking uit de samenleving worden omgedraaid tot waardetoevoeging aan de samenleving. Mooi. Zijn jullie dan een soort unicorn? Of is dat iets wat jij nu als een illustratie ziet voor wat meneer Dijsbloem zegt? Van, nou ja, we moeten toch opnieuw doordenken waarin die moderne verzorging staat ook de rol van het bedrijfsleven inbrengt, gestoeld op historische voorbeelden. Zijn jullie daar een eenling in of is daar een verband in of hoe werkt dat? Nou, er werd net gerefereerd aan het feit dat er sociaal ondernemerschap niet nieuw is.
Philips wordt genoemd. Als je teruggaat naar zo begin 1900, 1910, 1920, zie je door heel Europa zie je vrij veel vooruitstrevende ondernemers met een sociaal gezicht. Cadbury is ook zo'n voorbeeld. Zo zijn er nog meer. Het grappige is dat de situatie, dus de geschiedenis herhaalt zich, maar niet precies hetzelfde. Hij rijmt. En in dit geval zie je dat de paternalistische sociale ondernemer van meer dan 100 jaar geleden, die letterlijk bepaalde hoe jouw huis eruit zag en wat jij mocht kopen bij de kruidenier, dat nu eigenlijk wordt omgedraaid in een situatie waarin we als bedrijfsleven naar de hele gemeenschap kijken en eigenlijk juist aandacht hebben voor degenen die niet profiteren van het directe succes van het bedrijfsleven, maar degenen die daar een beetje bij achterblijven. Dus dat is een subtiel verschil en ik denk niet dat dit bij ons alleen zal blijven. Ik heb het volste vertrouwen in dat andere bedrijven hier in deze regio om te beginnen zich erbij gaan aansluiten en dat wij school gaan maken in Nederland. Ja, en dat is ook een deel van jouw opdracht bij ASML? Ja. Ja, mooi. Ja, ik ben ooit afgestudeerd als sociaal historicus en het ging over die concepten. Dus het christelijk liberalisme in de jaren 2030 die ondernemers aanzetten om verantwoordelijkheid te nemen voor hun voor hun medewerkers, werknemers. Dat is mooi dat dat op die manier weer heruitgevonden wordt eigenlijk. En verbreed. Ja, heel goed. Ik kijk ook even naar de tijd, want we zijn toch al ruim anderhalf uur met elkaar bezig om die toekomst van de regio met elkaar te duiden. Dat doen we in woorden. We hadden natuurlijk ook gehoopt dat we dat in modellen of in ruimtelijk ontwerpen zouden kunnen doen. Misschien moeten we daar nog andere momenten voor uitkiezen. Een soort atelier organiseren. Voordat ik naar Riek Bakker ga. Dan kom ik toch weer bij de burgemeester. Die zag ik laatst, figureren, maar dat is niet zo. In een boekenprogramma. Waar u nu de liefde voor literatuur met ons deelde. Een boek wat u op de middelbare school. Ik vond uw liefde voor de lerares Nederlands heel mooi verwoord. Had te maken met een boek. Dit roept de verkeerde beelden op. Ja. Een boek van Philip Mechanicus. En toen ik dacht van, zou ik hem eigenlijk kunnen vragen? Ik heb het ook bij Ronald gecheckt hoor. Ik zeg, mag ik dat zomaar vragen aan meneer de burgemeester? Maar als je het nou in termen van literatuur zou zien, welk boek of welke, mag ook een toneelvoorstelling zijn, maar welk cultureel product zouden wij nou moeten zien met elkaar om deze regio ook verder te brengen, om deze regio veel beter te begrijpen, om een soort gedeeld cultureel kader met elkaar te scheppen. Is het dan vallende ouders van de AFT? Over geld erop? Is het dan een streekroman? Van, wat is het? Toon Kortooms. Ja. Maar wat zou ons nou helpen vanuit dat culturele perspectief om meer grip te krijgen over waar we het hier over hadden? Of nou, ik denk, ik heb net een boek gelezen wat ik echt fascinerend vond. Het is geschreven door Anton Kolen, schrijver. Die heeft, ik vermoed in opdracht, betaalde opdracht voor de gemeente Eindhoven, een boek geschreven over burgemeester Verdijk. En Verdijk werd burgemeester in 1920 toen Eindhoven de fusiegemeente van het stadje Eindhoven met de omliggende dorpen. En hij bleef burgemeester tot na de oorlog. Gedurende de oorlog was hij door de moffen er wel even uitgezet, maar daarna is hij nog kort teruggekomen. Maar in de periode 1920 tot 1939 ging de stad Eindhoven alleen al in bevolkingsomvang twee keer over de kop. Ja. Dus bij de fusie waren het 45.000 inwoners en nog voor de oorlog was het drie keer zoveel. In die tijd moesten er, ik zeg het nu uit mijn hoofd, 64 nieuwe lagere scholen worden gebouwd. Meer dan 10 kerken. Dat probleem hebben we nu misschien niet meer. Maar dus het concept schaalsprong, gedreven door een hele snelle, spectaculaire industriële revolutie, is niet nieuw voor deze stad. Ik vond het fascinerend om te lezen. Ik bedoel, ik wist er in algemene zin wel van, maar het wordt echt in aantallen gespecificeerd hoe hard dat ging en wat het betekende. En alles moest nog worden gebouwd. Echt alles, van de riolering tot elke voorziening moest nog worden gerealiseerd in een stad die zich spectaculair ontwikkelde. Het is echt lezenswaardig en het geeft hoop. Want als ze het toen, in die omstandigheden, in die tijd, hebben ze het geflikt. Er is een sociale welvaartsstaat gebouwd, publieke voorzieningen van een schaal en omvang ongekend.
En dat allemaal in een tijd waarin de hulpmiddelen en de publieke middelen echt veel beperkter waren. Het is toen gelukt, het gaat ons weer lukken. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Ja, mag we, vind ik een applausje wel. Riek, kom naar voren. We gaan afsluiten. En dan gaan we ook borrelen, want dat, wat ik al zei, dat is ook belangrijk. Netwerk maken, met elkaar napraten. Die moderator die kon er niks van, of dat was niet duidelijk. Mag allemaal gezegd worden, geen probleem. Ik blijf ook bij de borrel, hoor. Dus, Riek, ik zag jou dingen noteren. Dat laat je nu liggen. Wat heb jij vanavond hier meegemaakt? Nou, ik ben ontzettend blij verrast. Ik vind het gedetailleerd op een goede manier. Ik vind het harmonieus op een goede manier. Ik voel een genegenheid en een wil tot samenwerken. Ik voel ook een enorme berg. Hoe moet dat dan? Hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we dat opstellen? En waar beginnen we en waar eindigen we? Maar er is wel zoiets van nu of nooit. En het bedrijfsleven laat zich ook op die manier uit. Dus ik zou alleen maar zeggen, jongens, we hebben alle onderwerpen nu wel ongeveer bij de kop. Misschien moeten we nog even een keer goed kijken of het echt allemaal is of dat er nog meer is. Waarom gaan we dan niet proberen om te kijken hoe we dat kunnen aanpakken? En met wie we dat dan aanpakken? En hoe we dat aanpakken? En daar gewoon tijd voor vrijmaken en dat ook aan onze bevolking vertellen. En alle die het moeten weten. Want één ding weet ik zeker. Als je het vertrouwen van de mensen niet hebt, en als je de angst van bestuurderen die ze echt hebben niet wegneemt, dan gaat iedereen door zoals het nu gaat en dan komen we niet vooruit. Terwijl de ideeën er best wel zijn. Dus mijn advies is, ga organiseren, inventariseer, maak een plannencampagne en schuif het erin. Ga aan de gang. Mooi, dankjewel. Jij hebt me, in het boek wat je ook gemaakt hebt en in de verhalen die je altijd verteld hebt, heb je gezegd, ja, kijk, dat succes in Rotterdam, dat is natuurlijk, dat doe je met heel veel mensen en heb jij een rol in mogen spelen. Maar één cruciale persoon heb jij altijd geëerd en dat is burgemeester Peper. Ja. Bram Peper die je alle ruimte gaf, maar ook je support om door dingen heen te breken en onconventionele maatregelen te nemen, maar altijd als steun. En toen verlaat in dat proces om het verder te brengen. Dat zijn mijn woorden, mijn vertaling. Die hebben we met Dijsselbloem toch wel te pakken, denk ik. Nou, als hij dat ook vindt, dan gaan we aan de slag. Hè? Ik bedoel, aan ongenoegen of achterdocht ligt het niet. Nee, ik denk dat er niet veel woorden nodig zijn om te bedenken hoe we dat dan moeten doen. Okay. Mooi. Dan rond ik het hiermee af, want de tijd vraagt er ook om. En het stadhuis gaat denk ik om 10 uur dicht, dus we moeten snel doorborrelen, toch? Mag ik u van harte danken namens de gemeente Eindhoven, het nieuwe instituut, de academie, Riek en meneer Dijsselbloem en namens mijzelf en de sprekers. En ik heb ervan genoten, dus dat is meestal wel een goede indicatie. Dankjewel. De borrel is onder aan de trap. Die is in de hal beneden. Dus als hij denkt van, moeten we het daar nog mee doen? Nee, beneden. Dat is om te voorkomen dat straks mensen van de trap afvallen. Is goed? Zeker? Ja? Ja. Mijn anekdote was niet eens meer nodig. Hè? Mijn anekdote was niet eens meer nodig. Je had er, op een gegeven moment is het ook af, hè? Dan is het gewoon klaar. Even kijken, ja. Is dit vandaag? Ja. Hè? Ook een waar, hè? Je weet waar het vandaan komt, hè? De stekkers zijn er al. Je wel weet.